Dit document is een vertaling van de Engelse versie van de Pyramid Code en niet van de oorspronkelijke Hebreeuwse versie. Als gevolg van het feit dat dit document niet is vertaald vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse versie zouden er onnauwkeurigheden kunnen zijn in het document. Weet dat dit document niet is vertaald door TLS of een van zijn leden. De Pyramid Code. Openingsboodschap. Zoals beloofd door de TLS, de Light System... Is het document met de titel De Pyramid Code vandaag 9 september 2020 om 9 uur ochtends vrijgegeven? Dit document is gepubliceerd in twee talen: Hebreeuws, de oorspronkelijke, en Engels, vertaling. Je mag het bewaren en delen met iedereen die je wilt. Dit is een historisch document, niet een religieus document, waarin de uit de eerste hand ervaringen zijn weergegeven van een man. Die leefde in de tijd van Oud-Egypte. Ik beveel je aan om dit document meerdere malen te lezen, aangezien het je na de eerste lezing wat verward kan achterlaten. Er zijn veel verborgen boodschappen in het document die duidelijk kunnen worden nadat je het meerdere malen hebt gelezen. Bedenk alsjeblieft dat ik alleen maar de boodschapper ben. Mijn taak is om deze informatie door te geven van punt A naar punt B en uiteindelijk naar punt Z via jou. Ware bewustzijn en zuiver weten zal mythen wegnemen, zoals COVID-19, pedofielen, zoals Jeffrey Epstein, monsters, zoals Hitler, corrupte leiders en politici en veel andere verstorende sociale, politieke en economische issues over de hele wereld. De wereld heeft zo snel mogelijk een schoonmaakbeurt nodig. Het is tijd om wakker te worden en in actie te komen. Het is belangrijk voor mij om te benadrukken dat de persoon die dit document vervaardigde dit deed omdat de TLS hem dat heeft geïnstrueerd. Hij is persoonlijk tegen de publicatie van dit document op dit moment, evenals andere documenten die zijn gerelateerd aan hem en zijn werk. Een van de re vele redenen waarom hij tegen het publiceren van deze informatie is, in tegenstelling tot de TLS. Is omdat hij gelooft dat de mensen er nog niet klaar voor zijn, vooral waar de codes nog niet worden vrijgegeven. Hij weet en begrijpt ook dat de mensen die in dit document worden genoemd, die met hem werken en hem nabij zijn, zich hoogstwaarschijnlijk zullen realiseren dat het om hem gaat. Het is zijn wens dat zij zijn identiteit niet vrijgeven en dat hij anoniem kan blijven. Deze man bezit een enorme hoeveelheid waardevolle informatie. Die voor ons allen zeer bruikbaar kan zijn. De enige reden waarom aan mij de eervolle taak is gegeven, is omdat hij weigerde om het zelf te publiceren, en hij voerde de vrijheid van keuze uit om niet met de TLS samen te werken in dit speciale geval. Het is mijn wens, en hoop dat ik binnen niet al te lange tijd in staat zal zijn om hem te overtuigen om naar voren te komen en alle documenten vrij te geven. De informatie en de codes die in zijn bezit zijn en in het bezit van de TLS, zodat het kan worden gedeeld met iedereen. Ik vraag respectvol aan elk individu dat zich bewust is van zijn identiteit om zijn wens te respecteren dat hij op dit moment anoniem blijft, zodat wij een betere kans hebben om hem over te halen om in de toekomst meer informatie aan het publiek vrij te geven. Daarbij zou ik deze gelegenheid willen aangrijpen. Om de TLS en mijn dierbare vriend, de vervaardigde van dit document, te smeken naar voren te komen en volledige transparantie te geven en alle informatie openbaar te maken over verleden, heden en toekomst, voor ons belang en voor het belang van het grotere goed. Het begon allemaal op 9 juni 2018. Ik werd benaderd door een man die was en nog steeds is behoorlijk nabij mij. Deze man had. En heeft nog steeds ongelooflijke diepte van ervaring en kennis. In de afgelopen twee jaar heeft hij mij toegang gegeven tot zeer waardevolle informatie. Wat van deze informatie gaat over zijn verwantschap met een zeer machtige undercover organisatie: zijn kennis uit de eerste hand van de spiritwereld, zijn kennis uit de eerste hand en ervaring met buitenaards leven, zijn herinneringen aan reïncarnaties uit het verre verleden. Zoals Oud-Egypte, zijn kennis uit de eerste hand over het mystieke en de constructie van de piramide en veel meer zal worden besproken in dit document. In het begin had ik twijfels en niet zonder reden. Ook al is de informatie die wordt gedeeld buitengewoon en nogal ongelooflijk, veel ervan was voor mij logisch, dankzij de hoeveelheid kennis die ik in de afgelopen jaren heb vergaard. Ongeacht het feit. Dat de informatie redelijk logisch voor mij leek, was het nog steeds extreem moeilijk om te geloven en volledig te bevatten. Het klonk voor mij als een sprookje tot 6 februari 2020. Op die avond had ik een eerstehand ervaring die bevestigde en valideerde alle informatie waarmee hij mij in de afgelopen twee jaar heeft gezegend. Er werd tegen mij gesproken door. En ik kreeg orders van een zeer respectabele man in de TLS, de Light System-organisatie, die voor mij bekend is als Rabbi A.A. Weet alsjeblieft dat de TLS niets te doen heeft met religie. De natuur van de TLS-organisatie, wat een ondergrondse organisatie is die al duizenden jaren bestaat, evenals de achtergrond van Rabbi A.A., zal in detail in dit document dat voor je ligt worden besproken. De man die mij heeft gezegend met het proces van het ontvangen van zulke waardevolle informatie is en zal altijd een groot deel van mijn reis uitmaken in deze nieuwe wereld van persoonlijk bewustzijn. De informatie in het document dat je op het punt staat te lezen is een waar en accuraat verslag van het begin van een reis in de spiritwereld in deze reïncarnatie. Zijn herinneringen van een zeer. Belangrijke vroegere reïncarnatie in Oud-Egypte. Zijn kennis en wijsheid van de heilige mystiek van de piramides, evenals zijn kennis van de New Age, waar de mensheid op het punt staat om naartoe te gaan. Het is zijn wens dat hij anoniem wil blijven. Weet dat alle namen, met uitzondering van die van mij, zijn veranderd, om zo de anonimiteit van de man die dit document schreef te waarborgen. Aan mij is de toestemming gegeven. Om mijn verbondenheid weer te geven met de vroegere reïncarnatie van deze man in Oud-Egypte en het mystieke en de constructie van de piramide. Ik geloof dat hij, samen met de TLS-organisatie, om verschillende redenen mij heeft gezegend met de mogelijkheid om dit document te publiceren. Als eerste en belangrijkste geloof ik dat de informatie in dit document ieder die het luistert, leest en hoort. Een nieuw niveau van bewustzijn en waarheid zal bieden dat in de nabije toekomst nodig zal zijn, om redenen die in het document worden gegeven. Ten tweede is het mijn begrip dat ik ben voorbereid om een heel belangrijk en hoog vibrationeel boek te gaan pu publiceren, dat ook is geschreven door deze man met de titel Rays of Light. Rays of Light is een boek met 864 pagina's dat is gevuld met een enorme hoeveelheid inzichten en wijsheid over de ware natuur van het universum waarin wij leven. Meer gelimiteerde informatie over Rays of Light wordt gegeven in het document dat voor je ligt. De derde reden waarom ik geloof dat ik ben gekozen om dit document te publiceren is omdat ik blijk deel uit te maken van de reïncarnatie. Die deze man zich herinnert met in diepte details uit het jaar 1312 voor Christus, wat correspondeert met de tijd van de farao's in Oud-Egypte. En als laatste begrijp ik dat hij anoniem zou willen blijven om zo te vermijden dat hij moet omgaan met de vele mensen die hem als waanzinnige zouden bezien. Hij maakt het heel duidelijk dat, ook al is hij zich bewust dat de informatie die hij heeft heel waardevol is. En een grote rol speelt in het reizen en veranderen van de vibratie van het collectieve bewustzijn hier op aarde. Hij het liever openbaar zou laten maken door het zij iemand anders, het zij na zijn dood, om niet te maken te krijgen met de consequenties, zowel positief als negatief, van het vrijgeven van zulke informatie. Om de redenen die ik eerder heb gesteld. En mogelijk vele andere redenen die ik niet ken, ben ik gevraagd om die ander te zijn. Degenen die er klaar voor zijn om deze informatie te ontvangen, zullen het niet gewoon geloven, maar zij zullen weten dat de informatie in dit document absoluut waar is. Mijn intentie is simpelweg om de heel noodzakelijke zaadjes van kennis en bewustzijn te planten, waarvan ik zeker ben dat zij zullen opkomen en bloeien. Waarin de mensheid als één geheel er klaar voor is. Ik weet dat velen mij een fraudeur kunnen gaan noemen en dat is oké. Okay. Ik hoop dat het nu duidelijk is dat ik het publiceren van dit document niet als een keuze zie. Ik begrijp de krachten die het bevat voor het energetisch verhogen van de vibratie en het niveau van bewustzijn van de mensheid. En dit is waarom ik het zie als een absolute verplichting. Ongeacht hoe sommigen mij kunnen gaan bekijken als een resultaat van het dit doen. Ik geloof niet dat ik het recht had om zulke waardevolle informatie terug te houden uit angst dat anderen anders naar mij zouden kunnen gaan kijken. Mijn ervaringen van de afgelopen twee jaar hebben mij het vermogen gegeven om te begrijpen dat persoonlijke opofferingen moeten worden gemaakt om de mensheid naar een nieuw niveau van bewustzijn te brengen. En uiteindelijk voel ik dat het mijn doel en bestemming is hier op aarde. Zulke opofferingen zijn de reden waarom ik leef. Ik zou geen reden hebben om hier te zijn als ik niet in lijn was met mijn doel en bestemming. Het is mijn geloof dat als je dit nu leest en hoort, ook al zou je er niet klaar voor zijn om de informatie die je gaat horen te accepteren, je er absoluut klaar voor bent om het te ontvangen. Anders zou het niet in jouw bezit zijn gekomen om mee te beginnen. Ik vraag je om de volgende informatie niet alleen met een open mind te horen, maar belangrijker nog, met een open hart. Sta jezelf toe om uit mind en logica te stappen en in hart en liefde. Maak het mogelijk om te spreken met jouw spirit en te resoneren met jouw ziel. Ik wens ons allen heel veel geluk in onze reis van het bereiken van een hoger niveau van bewustzijn. Een reis gevuld met licht, vrede en liefde. Mogen deze informatie een rol spelen bij het ons helpen om als één te verenigen. En, veel belangrijker, mogen het ons een stap dichter bij de ware blis brengen en de Age of Love. L, -P L, Love, Peace, Light. Jason Joseph Schurka De Pyramidcoat, geschreven door Anoniem. Introductie. Eindelijk. Na een lange tijd had ik van mijn superiëre tustoeming gekregen om mijn eerste incarnatie te beschrijven. en de reïncarnatie van mijn zielsfamilie van het jaar 2448 in de Hebreeuwse kalender, 1312 voor Christus, volgens de Gregoriaanse kalender. Zoals altijd. Komt permissie van mijn superieuren bij de TLS, de Light System, met meer voorwaarden? Deze keer was de voorwaarde dat ik in toevoeging bij de beschrijving van mijn eerste incarnatie ook moet schrijven over de Pyramid Code, kennis, wetenschap en mystiek van de piramides, naar mijn beste vermogen, maar zonder het vrijgeven van de operationele codes. Het is moeilijk voor mij om zelfs maar te geloven dat dit gebeurt. En het is zelfs nog moeilijker om te begrijpen waarom zij dit zouden willen zonder de code. Ik begrijp er de logica niet van om dit op te schrijven zonder de code. Want de code zou de ware essentie vrijgeven van de informatie die bestaat binnen dit document. En het zou de lezer mogelijk maken om een enorme hoeveelheid heilige wijsheid, kennis en informatie te verkrijgen. Toch vroeg rabbi A.A. Dat ik het schrijf zonder de codes, hetgeen de reden is waarom ik het doe, ook al begrijp ik niet de reden die hierachter zit. Alhoewel ik niet de reden begrijp om het zo te doen, ben ik nog steeds dankbaar voor de gelegenheid. Ik zal mijn best doen om mijn reïncarnaties te beschrijven en ik zal proberen de essentie van de Pyramidcode uit te leggen met de hoop dat mijn geheugen mij niet bedriegt. Als eerste zal ik beginnen met mijn persoonlijke verhaal. Van mijn eerste incarnatie van 2448. Maar het is mijn plicht om daarvoor eerst kort uit te leggen wat zich in mijn leven in de laatste paar jaar heeft afgespeeld sinds 29 januari 2010 tot vandaag, medio 2020. Reis in de Spiritwereld. Om een reden, die voor mij niet bekend is begon mijn reis op 29 januari 2010 in de spiritwereld. Het is een reis die ik niet kan uitleggen en heel verwarrend voor mij is, vooral in dat stadium van mijn leven. In die tijd was ik een normaal persoon, getrouwd, kinderen, een wereldlijke jood die behoorlijk ver afstond van het bewustzijn van de spiritwereld. Ik zou mezelf niet hebben beschreven als een atheïst, een hoge priester, noch een paus. Ik was vooral een wereldlijke en traditionele Joodse man. Verschillende mensen, zielen, wezens en grote spirits stormden mijn leven binnen zonder enige voorafgaande waarschuwing. Ze werden de gidsen van mijn pad in het begin van mijn spirituele reis. Ik begreep in die tijd niet wat er gebeurde. Ik was in een heel andere wereld gelokt en door mijn nieuwsgierigheid werd mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik had er geen benul van door welk proces zij mij lieten gaan. En uiteindelijk ging ik deel uitmaken van een ongelooflijke, geheime, wereldwijde spirituele organisatie. Ik werd getraind en relatief snel geaccepteerd in de organisatie, ook al werd ik nooit een officieel lid. De meest opmerkelijke persoon in die tijd was Rabbi A.A., die feitelijk de chef-spiritueel leider was. Er waren honderden, zo niet duizenden mensen die werkten onder zijn supervisie. Boven hem, naar mijn gelimiteerd begrip, was een wezen dat ik ken van mijn huidige reïncarnatie als Adam. Ik ontmoette hem voor het eerst toen ik 28 jaar oud was in New York. Ongeacht zijn hoge leeftijd en het feit dat hij in feite mijn grootvader kon zijn, was onze verbinding onmiskenbaar. We werden relatief snel vrienden. En door onze relatie werd mijn leven getransformeerd. Ook al woonde hij in Israël, bleven wij in dicht contact tot zijn dood in 2002. Adam verscheen terug in mijn leven in 2010, middels een droom die mijn leven voor altijd veranderde. Hij is in feite degene die mij introduceerde bij Rabbi AA en uiteindelijk bij de TLS-organisatie. The Light System. TLS. The Light System is een undercover organisatie met branches in elke hoofdstad in de wereld en die al duizenden jaren bestaat. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat informatie over de TLS wordt gepubliceerd. De TLS heeft vooraf toestemming gegeven. De organisatie bestaat uit ruwweg 7000 geïnitieerde agenten, waarvan sommige zeer bekende personen zijn in de huidige wereld. Niet alle geïnitieerde agenten zijn mens. De organisatie bevat alle rassen, religies, geslachten en leeftijden. De TLS voert zowel fysieke als energetische spirituele taken uit in elk onderwerp, laag, dimensie en geografische locatie in het universum, niet alleen aarde. De taken zijn in de meeste gevallen complexe groepsoperaties, echter, er waren momenten waar ik op een missie werd gestuurd zonder enige backup of ondersteuning. TLS bezit extreem hoge en krachtige technologie, die alle wetten van fysica tart, die publiek bekend is in de moderne wetenschap. Het ultieme doel van de organisatie is om de mensheid als een geheel naar een nieuw niveau van inzicht en bewustzijn te brengen. TLS werd mijn familie en mijn thuis. Ik begon een dubbel leven te leiden en de meeste van mijn missies en activiteiten zijn in het geheim uitgevoerd. Alles wat ik leerde, alles dat ik deed, werd geheim gehouden voor iedereen, inclusief mijn nabije vrienden, mijn vrouw en mijn kinderen. Terwijl de tijd voortging, ontving ik meer kennis, leerde meer en begreep meer als ik vreemde en af en toe gevaarlijke rollen en missies uitvoerde. Tot aan de dag. Van vandaag. De organisatie bestaat uit mensen die werken in het fysieke rijk en mensen zoals ikzelf, die zijn gerecruiteerd voor missies van spirituele natuur. Rays of Light Stralen van Licht. Ik heb ontelbare ontmoetingen met Rabbi A.A. en de mensen van TLS gedocumenteerd, en in de loop van de tijd zijn deze documenten samengebracht in een gedrukt boek, bekend als Rays of Light. Het boek bevat een brede range van informatie en wijsheid die veel topics behandelen. Het bevat ook een behoorlijk grote hoeveelheid van persoonlijke informatie over mijzelf, evenals een aantal andere mensen die mij heel nabij zijn, inclusief mijn vrouw en mijn familie. Als gevolg van de sensitieve en persoonlijke informatie die in Rays of Light is opgenomen, ben ik huiverig om het boek te publiceren. Ook al hebben alle leden van de TLS, inclusief rabbi AA, er bij mij ontelbare malen op aangedrongen om dat te doen. Ondanks mijn aarzeling en weerstand om het boek te publiceren, is het mij duidelijk geworden dat het boek uiteindelijk zal worden gepubliceerd voor de massa. Op dit moment geef ik er gewoon de voorkeur aan dat het wordt gepubliceerd na mijn dood. Echt, ik wil niet moeten omgaan met alle vragen. Evenals de grote druk die op mijn weg zal komen nadat het boek is gepubliceerd. Het boek is ook gecodeerd met een code die maar bij enkele bekend is. De code van Rays of Light is veel minder gecompliceerd en makkelijker te begrijpen dan de Pyramid Code. Zonder de code zal een gewoon persoon niet in staat zijn om alle inzichten en conclusies die in het boek staan eruit af te leiden. Daarom zie ik niet het doel om het boek te publiceren zonder zijn opgenomen code. Ook al ben ik er zeker van dat het boek zonder de code veel mensen kan helpen, ben ik verplicht om mijzelf, degene naast mij en mijn geliefde te beschermen. Ik ben bang dat de informatie in het boek mij en degene die mij nabij staan kan schaden. Ik weet zeker dat in de niet zo verre toekomst het universum en vooral de aarde. Nieuwe inzichten zullen krijgen en een nieuw niveau van bewustzijn. Dit nieuwe niveau van bewustzijn zal behoren tot de natuur en het universum in het algemeen. Als eenmaal dit niveau van bewustzijn is bereikt, zal het iedereen de mogelijkheid geven om de code van dit boek te ontdekken, samen met veel andere boeken die zijn gebaseerd op codes zoals de Torah en de Zohar. In de tussentijd zie ik geen reden om informatie vrij te geven die in mijn ogen onvolledig is. Daarom zal ik het vrijgeven van Rays of Light afhouden totdat ik permissie heb om het te publiceren met de codes. Mijn orders. Op 6 februari 2020 kreeg ik duidelijke instructies als deel van mijn opdracht om te documenteren wat op dit moment voor je staat. Ik schrijf met een opgewonden, maar zwaar hart. Ik heb gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik heel blij en dankbaar voor de gelegenheid om mijn eerste incarnatie te beschrijven. Maar aan de andere kant begrijp ik niet waarom ik daarbij ook de essentie van de Pyramid Code moet beschrijven. Zoals ik eerder heb gezegd, voel ik dat het weinig zeggend is zonder de code, en kan het heel moeilijk zijn om het te begrijpen. Ik weet dat op een dag de code zal worden vrijgegeven en het zal uitmaken van het collectieve bewustzijn en begrip van het gehele universum. Dus waarom het niet dan opnemen en beschrijven? Waarom vandaag? Ik begrijp het niet. Dit gaat heel moeilijk worden en zal een grote hoeveelheid concentratie vergen. Maar uiteraard, als deel van het systeem, zal ik gehoorzamen, aangezien ik van Rabbi A.A. de orders heb gekregen om het te doen. Ik ben er niet zeker van of aan het eind van dit schrijven ik bereid ben om wat is geschreven met iemand te delen, zelfs met degene die bij nabij staan. Ik zal het besluit nemen wanneer het klaar is. Als altijd gaf de TLS mij het recht om te kiezen of ik al dan niet bereid zal zijn het te publiceren. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om het te publiceren na mijn dood en ik heb een gevoel dat deze missie op enig moment zal terugvallen naar mijn geliefde vriend Jason. Over de jaren heb ik geleerd dat leven een voortdurend avontuur is, dat oneindig is, zonder begin of einde. Ik heb geleerd dat leven feitelijk een oneindige zijn is, een prachtig zijn. Eén dat plaatsvindt middels verschillende bewustzijnen en verschillende zielen, terwijl het een oneindige ziel blijft. Ik heb zelfs geleerd en ervaren de taal van de spiritwereld. Ik leerde wat spirit en energie echt zijn. Ik had het privilege om ware en onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Ik wacht op het eind van het tijdperk van licht, het tijdperk waar wij vandaag in zijn, en op het begin van het tijdperk van liefde, hetgeen onze collectieve bestemming is. Dit zou zelfs kunnen plaatsvinden in onze huidige reïncarnatie. In de rest van dit document zal ik mijn best doen om de authentieke stijl van taal van Rabbi A.A. aan te houden. Zoals het is gedocumenteerd in Rays of Light. Mijn eerste incarnatie In mijn huidige reïncarnatie ben ik Moshe, de zoon van Rivka. Dit is mijn 69ste reïncarnatie sinds ik naar deze aarde ben gekomen. Ik was en ben nog steeds op mijn reis naar mijn onbegrensde bestemming. In mijn eerste incarnatie en mijn langste was ik geboren op de eerste van Tishrei in het jaar 2400 volgens de Hebreeuwse kalender, 1360 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, en ik verliet deze wereld op de leeftijd van 939 jaar oud op de negende van Af in het jaar 3339, 421 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. Tijdens de vernietiging van de eerste heilige tempel. Ik was de zoon van twee Hebreeuwse slaven, Rina en Amram. We maakten allen deel uit van de Hebreeuwse slaven die de farao's van die tijd moesten dienen. Ik was geboren tijdens de heerschappij van de laatste farao. in een dynastie die meer dan duizend jaar heeft geduurd in Egypte. De farao's regeerden over geheel Afrika en een paar andere delen van de wereld voor een hele lange tijd. Ik besteedde het meeste van mijn leven in het heilige land, Israël, nadat ik met alle Hebreeuwen tijdens de exodus, ook bekend als de periode van de grote verwarring, ben weggegaan. Ik gebruik het woord Hebreeuwen omdat wij nog niet bekend stonden als Joden. Wij werden pas Joden toen aan ons de Torah was gegeven, onmiddellijk volgend de gebeurtenis op Mount Sinai. Toen de Hebreeuwen de Torah ontvingen. De term Jehodi, wat betekent Joods in het Hebreeuws, kwam voor het eerst in bestaan in het tijdperk van het Koninkrijk van Jehuda in het jaar 3174 volgens de Hebreeuwse kalender, wat 586 voor Christus is volgens de Gregoriaanse kalender. Ik zal het hier later nog verder over hebben. Het is van belang op te merken dat wij allen waren besneden na geboorte. De farao's, die ook bekend stonden als de zonen van God, of fatasol in de taal van de farao's, werden besneden geboren. In onze ogen stonden zij symbool voor perfectie, en de farao was een god in de ogen van de natie. Het woord farao in de farao-taal betekent in feite het huis van het goddelijke. Ze kwamen uit de hemelen. De farao's kwamen naar onze wereld van een andere ster, planeet. Ze waren hier naartoe gezonden om de aarde en zijn bewoners te controleren en te veranderen. De natie keek naar ze als de zonen van God, ook bekend als Fata Sol. In de loop van de tijd begonnen de mannen van het farao-ras kinderen te hebben met de vrouwen van de mensen op aarde. Hetgeen de oorzaak was dat het farao-ras zijn spirituele kracht en pure essentie begon kwijt te raken. Hun nageslacht was verzwakt en zij verloren hun initiële krachten, hun bestemming en hun doel. Als gevolg van de fysieke gewortelde en oerinvloeden van de mensen op aarde verloren de farao's, ook bekend als de zonen van God, vata sol, hun intieme verbinding met hun innerlijke ziel. Hetgeen resulteerde in het verval van hun regering van aarde. Als gevolg van deze interras interacties bestond kort na de Exodus, de grote verwarring, de regering van de Sol niet langer. Zij kwamen hier met ongelooflijke technologische kennis en informatie wat hen de macht gaf om te regeren, en zij bouwden over de hele wereld, bijvoorbeeld de Piramides. De oorspronkelijke Vata Sol waren buitenaardsen die hoge energetische krachten hadden: fysiek, spiritueel en genezing, energieën. Zij waren ook in staat om dieren en hogere machten aan te roepen en fysiek met ze te spreken. Regeerders, zoals de Farao en de Hoge Priester, hadden de macht en de kennis om heen en weer te bewegen tussen verschillende galaxies, met het zij hun ruimteschepen. Het zij middels meditatie en de kracht van gedachten. Deze kennis en kracht werd in de loop van de tijd verdund en was voor het grootste deel uiteindelijk verloren. Zij opereerden hun ruimteschepen met het gebruik van de energie van de zon, magneten, lasers en gedachtekracht. Opgroeien. Zoals ik eerder zei, was ik het kind van een Hebreeuwse slaaf. Op de leeftijd van acht jaar oud nam de hoge priester Jason in mijn huidige reïncarnatie mij tegen mijn wil mee naar het paleis van de farao om onder hem te werken in de heilige tempel van het paleis, het huis van het goddelijke van de farao's. Ik groeide daarop en ik werd getraind om de onderpriester te zijn. Later in mijn leven, na mijn huwelijk, ging ik over in de rol van de hoge priester in Israël. Ik zal later op deze rol ingaan. De naam van de hoge priester Jason was Fata Hotap. Vata is God, Hotap is priester. Vata Hotap was de jongere broer van de farao, Vicky, in mijn huidige reïncarnatie. Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat ik mij een paar woorden herinner uit die tijd, maar ik herinner mij niet de taal zelf. Ik vraag mij af wat de reden daarvoor is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Mijn naam veranderde van Menachem, mijn Hebreeuwse naam in die tijd, naar Mano, of meer accuraat, Manohotap, de onderpriester. Manohotap groeide op in het koninklijk paleis onder de hoge priester in de heilige tempel van de farao's. Manohotap woonde in de heilige tempel van de leeftijd van acht jaar oud. Tot de leeftijd van 49 jaar oud. Tijdens de tijdsperiode van de grote verwarring, de Exodus, in het jaar 2448, greep Manohotap de gelegenheid aan en herenigde zich met zijn vader, zijn vrouw Gamma, Mina in mijn huidige reïncarnatie, en de Hebreeën, En zij vluchtten naar het Heilige Land, Israël. Mijn leven als Manohotap was goed. Interessant en volledig. Maar ik was eenzaam en verdrietig tegelijkertijd. Ik werd van het zijn van een Hebreeuwse slaaf veranderd in een onderpriester. Later veranderde mijn naam in het heilige land in Sarja de hoge priester. Ik werd de hoge priester in de heilige tempel van Israël met een brede kennis van het farao tijdperk en de geheimen en mystiek van de Vata Sol. De hoge priester Vater Hotap Jason was erg op mij gesteld en, in tegenstelling tot de gebruikelijke traditie in die tijd, turnde hij mij van een Hebreeuwse slaaf naar een student van hem. Zelfs nog meer inconsistent met de gewoonte, trainde Fatah Hotap mij om een priester te worden. Het priesterschap verschaftte mij een overvloed van informatie en bovennatuurlijke krachten, die ik kreeg van de hoge priester, hetgeen mij hielp in al mijn werk tot de dag dat ik overleed in de Heilige Tempel. Het consecratie-purificatieproces om een priester te worden... heette Barakka in Oud-Egypte. De hoge priester Fata Hotab, Jason, was een speciale man... met kennis en kracht die bovennatuurlijk was. Hij was een expert en had veel kennis over de geheimen en mystiek van de piramide... Wat kennis was die alleen kon komen van hele hoge plaatsen. Hij bezat deze kennis omdat hij een zuivere Vata was. Hij kende de geheimen van schepping en de geheimen van het goddelijke zelf van elk individu. Hij was heel bekwaam en had een zeer brede kennis in de technologie. Hij kon recht door mensen heen kijken, de X-ray-visie, energetisch en fysiek. Hij hield van jonge kinderen voor amusement, vooral kleine jongens. Iets dat in die tijd was geaccepteerd. Hij gebruikte mij voor zijn seksuele noden, hetgeen mij intern en emotioneel beschadigde, tot de dag dat ik overleed. Maar toch voelde ik nog steeds bewondering, liefde en nabijheid tot hem. Hij had zelf geen kinderen. Ik koos er ook voor om geen kinderen te hebben. In plaats daarvan, door mijn spirituele werk, koos ik ervoor om mijzelf en in het algemene publiek te dienen. Door mij te verbinden met de Schepper op elke manier dat ik dat kon. Ik was bezig met spiritueel werk als een spiritueel leider gedurende mijn hele leven. Ik ben teleurgesteld dat ik, dat, dat ik deed ook was gerelateerd aan religie. Dit kwam doordat het werk dat ik later in mijn leven deed onder de controle stond van de nieuwe Joodse Hebreeuwse leiders in het land Israël. Terug naar mijn kindertijd in mijn eerste incarnatie. Ik werd uit het huis van mijn ouders weggenomen. toen ik acht jaar oud was. Dit veroorzaakte bij mij veel verdriet en angsten. waar ik voor een hele lange tijd mee om moest leren gaan. Het lukte mij alleen om daar overheen te komen. nadat ik de fase van consecratie had be bereikt, Barakka. Mijn vader, Amram, Robbie A.A. in mijn huidige reïncarnatie. Die de Heilige Rabbi Aliezer alfrandi is, deed alles wat hij kon om in mijn nabijheid te zijn. Het verbaast me dat ik eindelijk permissie heb om zijn naam volledig op te schrijven. Ik was zijn enige zoon. Hij verborg zijn identiteit als een Hebreeuwse slaaf en wist in een hele korte tijd het paleis van de farao binnen te komen. Hij werd heel kloos met de farao. Hij verkreeg zijn vertrouwen en werd zijn chief assistent. Dit gaf hem en mijn moeder de mogelijkheid om dichter bij mij te zijn. Mijn vader veranderde zijn naam van Amram naar Amar. En mijn moeder veranderde haar naam van Rina naar Rona. Rachel in mijn huidige reïncarnatie. Ze veranderden hun namen om zo hun ware identiteit als Hebreeuwen te verbergen. Mijn band met mijn moeder was nooit heel speciaal of sterk. Zij overleed toen ze veertig jaar oud was. Relatief jong voor die tijd. Van wat ik mij kan herinneren, ging ze dood, door wat ik begreep verdriet was. Mijn vader overleed toen hij 180 jaar oud was. Hij was geboren op de 10e van Tishrei in het jaar 2375 en stierf op de 5e van Adar in het jaar 2555 in de Hebreeuwse kalender. 1385 voor Christus tot 1205 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. Echter, doordat hij een ongewoon wezen, entiteit was, met geheime bovennatuurlijke krachten, overleed hij in feite nooit. Amram. Mijn vader, mijn gids en mijn rabbi, Rabbi A.A., Aliëzer al-Frandi, in mijn huidige reïncarnatie kwam in deze wereld in zijn eerste incarnatie als de derde zoon van Adam en Eva. Zijn naam was Seth. Hij was geboren op de tiende van Tishrei in het jaar 130, 3630 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, en leefde 912 jaar. Hij leefde tegelijkertijd ook verschillende parallelle levens. Alles bij elkaar leefde hij 1010 reïncarnaties tot 28 januari 2014. De 27e van Shvat in het jaar 5774 volgens de Hebreeuwse kalender. Op die dag reïncarneerde hij niet. Daarvoor in de plaats ging hij naar zijn uiteindelijke bestemming en hij is nu de piramide-ster. Mijn vader, mijn leraar en mijn rabbi, was geboren en herboren, maar ging nooit dood. Hij leefde simpelweg parallelle levens en bewoog tussen verschillende reïncarnaties, bijvoorbeeld de reïncarnatie als Zed van 912 jaar, de reïncarnatie als Amran van 180 jaar, de reïncarnatie als rabbi AA van 424 jaar. Sommige van zijn reïncarnaties zijn enigszins gedocumenteerd in de verhalen van het Oude Testament. Hij ervoer 1010 reïncarnaties in 5.644 jaar met parallelle leven. Soms tegelijkertijd 10 verschillende reïncarnaties simultaan ervarend. Rabbi A.A.'s laatste reïncarnatie was hier op aarde... en die begon op de 18e van Tammuz in het jaar 5350 volgens de Hebreeuwse kalender. 1519 volgens de Gregoriaanse kalender. Hij was geboren... In een klein dorp in Irak, niet ver van Bagdad, dat in die tijd Kanif heette. De heilige rabbi ging weg naar de piramidester op de leeftijd van 424 jaar oud, op 28 januari 2014, volgens de Gregoriaanse kalender. Hij ging weg vanuit hetzelfde veld in New Jersey dat hij en ik gewoonlijk gebruikten om in en uit te vliegen, gebruikmakend van verschillende UVO's. En hun inzittende tijdens ons werk samen. Hij sprak acht talen vloeiend. Hij kon ook spreken met dieren en buitenaardse. Hij kende Svat Hawag, wat vanuit het Hebreeuws is vertaald als de taal van de Spiritwereld. Hij kende ook Aramees. Het feit dat rabbi Aa de kennis had van deze talen laat maar een kleine glimp zien van de ware kracht en bewustzijn die rabbi Aa had. Erop terugkijkend realiseerde ik mij dat hij de architect was van mijn levensverhaal en hij was ook de architect van de geschiedenis van de Joodse mensen en wellicht ook andere naties. Hij is een hele speciale ziel die zorgvuldig was gekozen voor goddelijk werk. Hij was aanwezig in al mijn 69 reïncarnaties, zelfs toen ik reïncarneerde als een dier, alligator en niet een mensenwezen. Voor degenen die het zich afvragen, ja, ik heb eerder deel uitgemaakt van de reptilian familie. Nee, ik maak nu geen deel uit van de reptilian familie. Nee, ik heb niet het vermogen om te shapeshiften. En ja, ik heb gezien, ervaren en werkte met mensen die konden shapeshiften. Shapeshiften is het vermogen om van uiterlijk te veranderen. Sinds mijn laatste ontmoeting met rabbi AA is er iets gebeurd dat mij op een nieuw niveau van bewustzijn bracht. Dit nieuwe niveau van bewustzijn en begrip heeft mij verschillende inzichten en begrip gebracht die mij helpen om mijn verleden te bezien, inclusief verschillende reïncarnaties die mijn geheugen scherpen en veroorzaken dat ik mij verschillende reïncarnaties in meer detail kan herinneren. Bijvoorbeeld. In een van mijn reïncarnaties was ik een adelaar die werd aangestuurd door een shaman-indiaan in Noord-Amerika. De shaman-indiaan is nu Orly in mijn huidige reïncarnatie. Al mijn andere vrienden, relaties en geliefden van het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender, 1312 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, maakte ook deel uit van die reïncarnatie in de vorm van verschillende dieren zoals een slang Tina, beer Vicky, havik Miriam, zwart-witte wilde kat Tova, paard Jason, wolf Rami, vrouwelijke wolf Shula, buffel Rachel, zwart-witte hond Abraham en nog meer. Alle dieren werden aangestuurd door de Indiaanse shamaan, die dieren en planten gebruikte voor behandelingen en genezing. Een significant deel van de behandeling was uitgevoerd met het gebruik van psychedelische paddenstoelen, Psilocybin, voor verschillende genezingsdoeleinden. Het gebruik door de shamaan van Psilocybin op mensen en dieren gaf hem de spirituele kracht om zowel mensen als dieren te controleren. Om zichzelf te versterken en zijn macht over mensen, dieren en beesten zorgde hij ervoor dat de psilocybin deel zou uitmaken van hun dagelijks dieet in hele kleine hoeveelheden. Hij zou hogere hoeveelheden van psilocybin gebruiken wanneer ze ziek waren om ze te geneten, genezen en zelfs hun leven te redden. De Indiaanse shaman was bekend als Ram van de Metis-stam die gedurende eeuwen heeft rondgetrokken rondom de Canadese en US-grens. Ram was een sterke, taaie, hoogbloedige, bloeddorstige man zonder enige compassie voor degene om hem heen. Hij was ook de chef sjamaan van zijn stam en de heerser over de stam. Hij regeerde zijn stam en dieren met een sterke en krachtige hand. Het zou interessant zijn. Om te begrijpen waarom deze reïncarnatie steeds weer opnieuw bij mij terugkomt. De Vatasol dynastie. In tegenstelling tot gebruikelijke kennis en geloof hadden de Hebreeën in oud-Egypte niet een leven van lijden en voerden geen gedwongen arbeid uit zoals het is beschreven. Ze waren meer als dienaren dan slaven. En ze leefden hun levens als tweederangs- of zelfs derderangsburgers. Ze hadden geen rechten zoals de Egyptenaren en ze kregen niets betaald voor hun werk. Ze kregen alleen voeding, kleding en onderdak. Ze bezaten niets. Alles werd aan hen gegeven door de Egyptenaren, meer precies de Farao. De laatste Farao en degene die regeerde tijdens mijn eerste incarnatie, Vicky, in mijn huidige reïncarnatie, was relatief wreed. En harder voor de mensen dan degene voor hem. Ook al was hij een entiteit met hogere krachten, net als alle andere farao's voor hem. Ook al was hij geen zuivere fatasol, werd hij nog steeds door de natie als een god gezien. Zijn vrouw was Phara, Tova in mijn huidige reïncarnatie. Phara stierf op jonge, relatief jonge leeftijd. Zij was een zuivere fatasol, die op jonge leeftijd door het baraka-proces ging en werd een hoogpriesteres. Voordat zij met de farao, Vicky, in mijn huidige reïncarnatie trouwde. Het is mij niet duidelijk waarom zij zo jong stierf. Het was zeker niet typisch voor een nakomeling, vatasol, om op zo'n jonge leeftijd te sterven. Zelfs nog interessanter is hoe de farao of vata hotab er niet in slaagde om haar te genezen, als zij inderdaad ziek was, met de magische staf die zij in hun bezit hadden. Ik neem aan dat zij haar bestemming had bereikt in deze reïncarnatie. Roka, Tina in mijn huidige reïncarnatie, die de dochter was van Phara, ging door het Baraka-proces in de heilige tempel in het paleis van de farao's onder de supervisie van Vata Hotap, die de hoge priester was, iets dat gebruikelijk was voor elk farao kind van de afkomst van Vata Sol. Mano, de auteur van dit document, en Roka. Kregen een hele sterke relatie als jonge kinderen toen zij beide studenten waren van het priesterschap. Zij brachten veel tijd samen door, werkten samen en leerden samen. Roka hield van Mano en hij hield van haar sinds zij kind was. Hun liefde werd vernietigd, omdat zij ervoor koos om haar vader te trouwen, wat in die tijd heel normaal was na haar moeders overlijden. Want zij, net als de farao, kwam van de Vatassol. Van het begin af aan had de liefde tussen Mano en Roka nooit een kans om tot bloei te komen, aangezien Mano van oorsprong een Hebreeuwse dienaar was, terwijl Roka kwam van de Vatersol-dynastie. Roka moest door het Baraka-proces gaan om goed genoeg te zijn om haar vader te trouwen. De farao, Vicky, in mijn huidige reïncarnatie, wat een proces is dat vele jaren in beslag neemt. Op de leeftijd van 18 jaar trouwde Roka met haar vader, de farao. Tijdens de huwelijksceremonie, waarbij Mano aanwezig was samen met de andere priesters, kreeg Roka de titel koningin van de farao's, evenals de titel hoge priesteres, die immense kracht en kennis bezat. Roka had een persoonlijke assistent sinds zij was geboren, en die heette Mer. Miriam, mijn vrouw in mijn huidige reïncarnatie. Mer was een kleine, oude, dikke en mentaal gelimiteerde vrouw. Mer was heel bezitterig over Roka. Mer voelde alsof zij meer was dan alleen maar een dienaar of een moeder voor Roka. Voor zover ik weet was Mer een eenvoudige Egyptische vrouw die nooit trouwde of kinderen baarde. Roka had een dochter die Gamma Mina in mijn huidige reïncarnatie heette, die ook door het baraka-proces moest gaan omdat zij een dochter van de farao was zij ging door het baraka proces in de heilige tempel van het paleis van de farao onder de supervisie van Hotap. Mano Hotap was ook een leraar voor Gamma. Mano en Gamma werden verliefd. In het jaar 2448 maakte zij gebruik van de gelegenheid in de tijd van de grote verwarring Exodus en vluchten met de Hebreeën naar het land van Israël. In het jaar 2449 Volgens de Hebreeuwse kalender trouwden Mano en Gamma in de woestijn, onderweg naar het heilige land, toen Mano 50 was en Gamma 17. Hun huwelijk was op de eerste van Tisjrij, wat ook de geboortedag was van Mano. Zij kozen ervoor om geen kinderen te hebben, en in plaats daarvan wijden zij hun levens aan hun spirituele werk. Zij leefden allebei zeer lange en volle levens. En stierven samen in de Duivelse vuren van de vernietiging van de Eerste Heilige Tempel, hun thuis in Jeruzalem, voor de Babylonische verbanning op de negende van af in het jaar 3339 volgens de Hebreeuwse kalender 421 voor Christus, volgens de Gregoriaanse kalender. Mano was 939 jaar oud en Gamma was 906 jaar oud. Hun lichamen waren nooit verbrand. Zij dienden allebei als hoge priesters tot de dag dat zij stierven. Gamma was de hoofdpriesteres, plaatsvervanger van de hoge priester Sarja, wat de nieuwe naam, titel van Mano was in Israël. In het geheim, want het was niet geaccepteerd in die tijd dat een vrouw, vooral een niet-Jood, zo'n positie van macht had. Gamma was een Egyptische vrouw van de farao's van de afkomst Fatasol. Zij heeft nooit haar bestemming of haar essentie naar het Jodendom veranderd, maar ze maakte deel uit van de nieuwe Joodse natie en wordt door iedereen hoogst gerespecteerd. Het is belangrijk op te merken dat, ook al hielden Mano en Gamma van elkaar en trouwden met elkaar, hun verbinding en relatie nooit zou zijn geaccepteerd door de farao. Als zij in Egypte zouden zijn gebleven, door Mano's verleden van het zijn van een Hebreeuwse slaaf en Gamma. De kleindochter was van de farao. Als priesters bereikten Mano en Gamma het vermogen om ongelimiteerde kracht van hogere machten te zien en ervaren, terugvallen, oorlogen en plagen. Zij verkregen het vermogen om de meest machtige mensen van de Joodse natie te zien, ermee te werken en te vergezellen. Zij maakten ook deel uit van de reis van de Joodse natie in het vervullen van zijn bestemming. De hele weg tot zijn neergang op de negende van Aaf in het jaar 3339, 421 voor Christus, volgens de Gregoriaanse kalender. Zij verborgen religieuze objecten en mystieke, magische middelen van verschillende soort onder de Dome of the Rock in Jeruzalem. En die technologie is daar nu nog steeds, wacht erop te worden gevonden en in het bewustzijn van de wereld te worden gebracht. Tussen de verschillende objecten die zijn begraven onder de Heilige Tempel bestaan drie originele Torah's, die waren geschreven door Mozes en zijn assistenten. Ik benadruk assistenten. Toen Mano en Gamma uit Egypte vluchtten, tijdens de Exodus, konden zij de magische staven meenemen en begroeven deze onder de Heilige Tempel. De Torah was in die dagen geleerd als Oral Torah en niet de Torah die wij nu kennen. Mano en Gamma dienden de natie voor vele jaren met de kennis die zij in Egypte als priesters hadden verkregen. Zij deden dit volgens de wetten van de Joodse religie. Als hoge priesters wisten Mano en Gamma hoe te communiceren met dieren via spraak- en telepathie. Anderen van het koninklijk paleis, zoals de Farao, Roka en Fata Hotap, konden dit ook. Het laatste favoriete dier van de Farao was een leeuw met de naam Shisam, mijn hond in mijn huidige reïncarnatie. Shisam stond Roka, Gamma en Mano heel nabij toen zij kinderen waren in het paleis van de Farao. Hun wegen scheidden zich toen zij Egypte verlieten in de periode van de Grote Verwarring, Exodus. Shisham was geboren in het jaar 2415 en stierf in het jaar 2450 volgens de Hebreeuwse kalender. 1345 voor Christus tot 1310 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. Na de Exodus. Op de 15e van Nisam in het jaar 2448. Volgens de Hebreeuwse kalender, dat is 1312 voor Christus, volgens de Gregoriaanse kalender, verlieten Mano en Gamma samen met de Hebreeën Egypte en arriveerden bij Mount Sinai, wat in feite, feite heden ten dagen Mount Karkoum is. Op de eerste van Sivan. Op de zesde van Sivan, in het jaar 2448, de vakantie van Shavuot, kwam God naar beneden naar Mount Sinai en sprak de tien geboden uit. De volgende dag, op de zevende van Sivan, ging Mozes omhoog de berg op voor veertig dagen om de tien geboden te krijgen. Mozes kwam naar beneden met de tien geboden, de tabletten, op de zeventiende van Tamus, 2448 en brak ze uit woede kapot. Als gevolg van het infameuze gouden kalfverhaal, de zonde van de natie. Mozes ging nog een keer de berg op op de achttiende van Tamus, voor veertig dagen. Om te vragen om vergeving en boetedoening voor de zonde van de Hebreeën. Hij kwam naar beneden op de 28e van af. Mozes ging nog een keer de berg op, voor de derde maal, voor nog eens veertig dagen, op de 29e van af, na zonsondergang, om de tweede set tabletten te krijgen die nog steeds liggen te wachten onder de Dome of the Rock, de moslimmoskee in Jeruzalem. Mozes kwam naar beneden van de berg op de Deeën Yom Jom Hakippurim in het Hebreeuws. Volgens de Hebreeuwse kalender, op de tiende van Tishrei in het jaar 2449, bij zonsopkomst volgens de Hebreeuwse kalender, 1311 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, voor de laatste maal. Ook al zitten er geen codes in deze geschriften. Geef ik je met een bedoeling de, de details van de data, aangezien deze op een dag belangrijk zullen zijn? Wie de code kent voor het boek Rays of Light, evenals de Pyramid Code, zal deze data en details die gebruikt zijn behoorlijk vaak vinden om hun werk en begrip te kunnen vervolgen. Het eind van het tijdperk van de farao's kwam met de Exodus. Toen dit tijdperk aan zijn einde kwam, waren de geheimen van het universum samen met verschillende technologieën verloren. Onder de gewijde technologieën die verdwenen, bevonden zich magneten, lasers en lichtenergie, die waren gebruikt om de piramides te bouwen. Van dit moment af verviel Egypte en werd uiteindelijk wat het vandaag de dag is een primitieve en arme natie. Mijn vader, mijn gids en mijn rabbi, rabbi A.A., was de man die de Exodus plande. Hij was ook de geheime helper voor Mozes gedurende de onderhandelingen om de Hebreeën vrij te laten uit slavernij en in vrijheid. Mijn vader tot de dag dat hij overleed was de rechterhand van Mozes, samen met de rest van de leiders van het leger en de leiders die na hem kwamen. Voor mij was hij een leraar. En met zijn hulp werd ik de hoge priester in Jeruzalem, waar nog ik nog mijn vrouw, die zelfs geen Hebreeuw was, deel uitmaakte van de familie van Aaron, de eerste hoge priester in Israël, van de Levi-stam. Het priesterschap. Aaron, de eerste hoge priester in Israël, was een halfbroer van Mozes. Zijn moeder werd zwanger van een vroegere farao. Aaron was nageslacht van vatasol die buitenaards waren. Aarons familie, waren de oorspronkelijke priesters. Maar als gevolg van vermenging gedurende de jaren... kunnen wij er niet zeker van zijn... dat een hoge priester werkelijk van de Aaron-familie is... of van de Levi-stam. In de afgelopen paar jaar heb ik mensen ontmoet en herkend... van mijn eerste incarnatie. Ik herinner mij niet altijd alles de hele tijd. Om redenen die mij onbekend zijn... komt en gaat de herinnering. Eliezer, de hoge priester... Joni Cohen in mijn huidige reïncarnatie, verving zijn vader Aarol na zijn overlijden. Ik, Sarja, de zoon van Amram van de Menachestam, verving hem als de hoge priester na zijn overlijden. Er waren hoofdpriesters die onder mij werkten als plaatsvervangers. Eliezer's jongere broer Nadav, Rami Levi in mijn huidige reïncarnatie... Nam niet zijn natuurlijke plaats in als de volgende hoge priester na het overlijden van zijn broer Eliezer. Dit was zelfs nog vreemder, aangezien Eliezer Jonico Cohen in mijn huidige reïncarnatie zelf geen biologische kinderen had, maar hij had kinderen geadopteerd die nooit de volgende zouden worden in de lijn voor de hoge priesterpositie. Nadaf werd de hoge priester onder mijn commando en hij was verantwoordelijk voor het letten op de heilige tempel. Hij kreeg niet de rol als de hoge priester, omdat mijn vader in die tijd, Rabbi AA, ervoor zorgde dat ik de rol als hoge priester kreeg. Vandaag de dag kunnen sommige mensen dat zien als een daad van misleiding en een politieke misdaad, maar dat is hoe de dingen in die tijd werkten. Amram voelde dat zijn zoon meer geschikt was om de hoge priester te zijn, vooral aangezien hij het berakerproces had ondergaan en boven natuurlijke krachten bezat samen met kennis van de geheimen van het universum... waar maar zeer weinigen het geluk hadden om deze te ontvangen. Nadav overleed korte tijd later, zo'n tien jaar... en was toen vervangen door Aarons kleinzoon Pinchas. Dit is om te laten zien dat gedurende honderden jaren... de hoge priester niet van de cohen familie was... of van de Levi-stam, zoals de rest van de hoge priesters en Mozes waren. Daarbovenop was Saria's vrouw, Gamma... Die niet alleen niet Joods was, maar een farao, buitenaardse van de Vatasol dynastie in het geheim diende als hoge priesteres. Kortom, het hele priesterschap was een fars. Deze informatie zal een revolutie ontketenen in vele basis Joodse tradities, evenals zijn geloofssysteem, er is niets nieuws onder de zon. Wat was, zal zijn, en wat zal zijn, was het al. militaire. De secretaris van Defensie van de farao was een man die de farao heel nabij was en heel loyaal. Zijn naam was Satis, Orli in mijn huidige reïncarnatie. Hij was een groot strijder. Terzijde: het symbool van het leger en het symbool van de farao's was de adelaar. De adelaar werd door de farao's geregeerd, net zoals veel andere dieren in het paleis. Het symbool verschenen op gebouwen, wapens en ook op strijdhelmen. In de huidige tijd is de Adelaar het symbool van landen als de United States en Duitsland. En zelfs Nazi-Duitsland tijdens het regime van Hitler. De Adelaar wordt gevonden op veel regeringsgebouwen en verschillende monumenten in de wereld van vandaag. Satis was groot, edel en knap. Hij had verschillende vrouwen en veel kinderen. Eén van zijn kinderen was Mahabba. Abraham in mijn huidige reïncarnatie. Sinds zijn kindertijd maakte hij ook deel uit van de hoge priesters. Ook al was hij van de vater Sol dynastie en ik was een Hebreeuwse slaaf, werden we dikke vrienden. Zijn vader mocht mij ook erg graag en we waren altijd samen aan het studeren of aan het werken. Uiteindelijk voltooiden we allebei het Baraka proces en werden onderpriesters onder de supervisie van vater Hotap. Onze wegen scheiden zich. Toen ik uit Egypte wegvluchtte met mijn vrouw, mijn vader en de rest van de Hebreeën tijdens de Exodus. Een andere persoon die ik al vele jaren ken in mijn huidige reïncarnatie is Shula, de dochter van Adam. Shula was Jehoshua, de zoon van Noon in haar eerste incarnatie. Jehoshua's vader was Noon, die nu Adam is in mijn huidige reïncarnatie. Jehoshua was de zoon van mijn tante, wat hem mijn eerste neef maakte. Hij was van mijn leeftijd en we groeiden samen op als de kinderen van Hebreeuwse slaven, totdat ik was weggenomen uit het huis van mijn ouders. Jehoshua bereikte zeer hoge plaatsen in de hebreeuws joodse leidende klasse als een Joodse militair en was heel kloos met Mozes. Aaron, de hoge priester, en ook met mijn vader Amram, rabbi A'A. Amram controleerde alles en iedereen achter de schermen in die tijd, zonder dat iemand dat wist of begreep. Vandaag de dag is het heel amusant. Amusant om over na te denken. Ik probeer uit te vogelen waar Amram zijn vele talenten en krachten in die tijd vandaan had. Een vraag komt op in mijn hoofd: Is het mogelijk dat Rabbi A.A. met al zijn reïncarnaties en talenten in feite een buitenaardse was, Fatah Sol? Die onder ons leefde gedurende duizenden jaren in verschillende vermommingen? Mozes. Potifar, de oudste dochter van de farao, voedde Mozes op en die onderging ook het Baraka-proces onder de supervisie van Fata Hotap. Dit is hoe Mozes zijn bovennatuurlijke krachten en spirituele talenten verkreeg om te communiceren met hogere en hoogste machten. Zoals de farao's in het koninklijk paleis had Mozes magische krachten. Ik vond dat Mozes een zeer stoere en vrede, maar briljante man was met een speciaal talent voor leiderschap. Iedereen was bang voor hem, maar ook respecteerde iedereen hem. Hij escorteerde ongeveer 3 miljoen mensen uit Egypte naar Israël in een reis die ongeveer tien jaar vergde, in tegenstelling tot de veertig jaar, zoals in de Torah is geschreven. Weet dat ze dezelfde reis konden maken in minder dan een half jaar. De reden waarom Mozes de reis naar Israël veel langer liet duren, was om de oude generatie kwijt te raken en hun slavenmentaliteit. Terwijl hij tegelijkertijd de nieuwe generatie voorbereidde op een nieuw en krachtig leven met een andere set van waardes als een vrije natie. In de eerste 49 dagen totdat ze Mount Sinai bereikten. Overleed een derde van de mensen, wat voornamelijk kwam door de intense hitte van de Sinaï-woestijn. De overledenen bestonden voornamelijk uit oudere mensen. Een ander significant aantal mensen overleed tijdens de volgende jaren als gevolg van een onbegrijpelijke ziekte, en nog weer 250.000 werden uitgeroeid in opdracht van Mozes door hun verraad in de hoogste macht. Deze uitroeiing kwam. Door het fameuze verhaal bekend als de gouden kalf. Het verschil is dat in plaats van de 24.000 mensen die zijn afgeslacht, zoals beschreven in de Torah, Mo Mozes de uitroeiing verordeneerde van 250.000. Gaande de reis zijn veel meer mensen gedood. Vele waren ook vermoord door verschillende stammen die hen onderweg naar Israël aanvielen. Niemand werd begraven op de weg naar het heilige land anders dan Mozes en Aaron, de hoge priester. Lichamen werden hetzij achtergelaten of soms verbrand. Echte Joodse begrafenis begon pas nadat de Joden in Israël waren gearriveerd. De Joden kwamen in Israël aan zonder Mozes. Het waren zo'n anderhalf miljoen mensen, inclusief de berekening van de toename in bevolking door de voortplanting binnen de tien jaar periode. De meeste van de mensen waren jong, zoals gepland. Reflecteren op mijn verleden. Terwijl ik mijn herinneringen van mijn eerste incarnatie opschrijf, duik ik dieper in mijn ziel. En veel herinneringen uit het verleden komen naar boven. Want langer dan 900 jaar leven geeft veel verhalen en herinneringen. Ik herinner mij niet een groot deel daarvan, maar wat ik me herinner voor het grootste deel is onbelangrijk voor mij. En voelt niet aan als een issue dat enige impact heeft op mijn huidige pad en leven. Ik koos ervoor om niet ontelbare verhalen op te schrijven die alleen voor mij van belang zijn en die op dit moment niet significant zijn. Door in de kleine details te gaan, word ik meegenomen in diepe plekken binnenin mijzelf, hetgeen het onnodig moeilijk voor mij maakt. Het maakt ook dat ik mij loskoppel van mijn huidige zelf en mijn huidige omgeving. Ik voel ook dat het mijn huidige werk beïnvloedt en mijn missies binnen de TLS. Ik heb mijzelf onlangs een nieuwe missie opgelegd die vitaal is om onze huidige wereldsituatie te verbeteren. Ik kan niet over deze missie spreken, aangezien het nu actief is, zeer gevaarlijk en een resultaat is van de slechtwillende krachten die in onze wereld opereren. Ik probeer dat de herinneringen uit mijn verleden zich niet mengen in mijn werk, maar ze dringen dagelijks binnen. Ik wil en zal niet falen. Zeker niet nu en niet in de situatie waar wij nu in zitten. In mijn opinie staan er buitengewone en significante gebeurtenissen te gebeuren die de toekomst voor ons allen zullen beïnvloeden. En ik zou aan de positieve kant van de vergelijking willen zijn: falen is nu geen optie. Nog ik, nog mijn familie kan het zich permitteren om te falen op dit moment. Ik voel ook dat ik werd meegevoerd en dat ik te veel informatie zou kunnen vrijgeven. Hetgeen niet is wat mijn superieur, Rabbi A.A., bedoelde toen hij mij de permissie en grote privilege gaf om deze afgelopen tien jaar op te schrijven. Het is voor mij moeilijk om toe te geven, maar ik heb er spijt van dat ik niet naar Rabbi A.A. heb geluisterd in de tijd dat hij vroeg en erop stond dat ik alles documenteer en opschrijf. Als ik naar zijn advies had geluisterd. Zouden er nu tenminste tien, zo niet meer, delen van Rays of Light zijn, met een overvloed aan mystiek en inzichten die op een dag van dienst zouden zijn voor de gehele wereld. De Heilige Tempel De eerste Heilige Tempel was gebouwd door koning Salomon in het jaar 2929 volgens de Hebreeuwse kalender, 831 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. De eerste heilige tempel was gebouwd in ruwweg zeven jaar en was er gedurende 410 jaar voordat hij werd beroofd, verbrand en vernietigd door de Babyloniërs in het jaar 3339 volgens de Hebreeuwse kalender, 421 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. Aangezien de constructie van de tempel heel duur was, financierde koning Salomon. Zijn constructie door het opleggen van zware belastingen op de mensen. De tempel was geconstrueerd met verschillende materialen, zoals lokaal gesteenten en stenen, bomen, zoals zeder en cyprus, en metalen, zoals koper en vooral goud, wat het meeste van de interne structuur bedekte. Het begin van het idee om de heilige tempel te bouwen kwam van koning David. Zijn initiële intentie was om een huis te bouwen om God te dienen. Maar het veranderde in een ego-gedreven proces, dat ook werd gebruikt om meer belastingen binnen te halen. Corruptie, zoals vandaag, was bijna overal. Koning David was bezet met oorlogen, politieke issues, economische issues en persoonlijke problemen, waardoor hij niet zijn droom kon realiseren en de eerste heilige tempel bouwen. Koning Sodomon, de zoon van koning David, manifesteerde het idee van de eerste heilige tempel maar het kwam de mensen van de natie op een hoge prijs te staan. De eerste heilige tempel bestond uit de drie hoofddelen. De centrale hal, de welkomsthal, was het eerste deel van de heilige tempel. Het tweede deel van de tempel was de hoofdtempel die de menorah bevatte en het hoofdaltaar waarop wierook werd gebrand en waar dieren werden geofferd. Er waren verschillende altaren op verschillende plekken geplaatst binnen het tempelcomplex. Het derde deel van de tempel stond bekend als het Heilige der Heiligen, waarbinnen de Ark of the Covenant samen met de Kruvine zich bevonden. De Kruvine waren van goud gemaakt. Ik weet niet waarom ze nu nog steeds Kruvine worden genoemd. Het waren relatief kleine beelden vergeleken met de afmeting van het Heilige der Heiligen en de tempel zelf. De beelden waren half adelaar en half mens. Een van de grovin was mannelijk met een mannelijk menselijk lichaam, en de andere was vrouwelijk met een vrouwelijk menselijk lichaam. Dit getuigt van een soort van vreemd werk of zelfs een soort van afgoderij binnen de Joodse Tempel, hetgeen een volledige contradictie is met het basisgeloof van de Joodse mensen. In de volgende tekst komen vreemde tekens voor die ik zal aangeven als puntje, puntje, puntje. Het heilige der heiligen, ook bekend als d'vier, puntje, 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 of de d'vier, puntje, 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 stond op wat wij vandaag kennen als de funderingsteen, even Hachetia, puntje, 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 binnen de dome of de rock, zoals wij het vandaag kennen. De funderingsteen was gebruikt als een stand voor de vier. Offers werden gemaakt. En de wierook werd gebrand op de funderingsteen. Even Hachetia. Puntje, puntje, puntje. De funderingsteen had en heeft nog steeds een zeer krachtige energie en krachten. En zijn geografische locatie is het energiecentrum van onze planeet, evenals het energiecentrum van het universum als een geheel. De oorsprong van de naam Even Hachetia, de funderingsteen is gebaseerd op de essentie van de term founded vertaald vanuit het Hebreeuws wat betekent dat de oorsprong van de creatie van energie en schepping zelf kwam uit deze geografische locatie. De plek zelf is extreem energetisch rijk. In een rechte lijn diep ondergronds zijn de contents van het heilige der heiligen die zich daar tot de dag van, de, van vandaag bevinden. De kamer Waarin deze items zijn verborgen, was, zoals de rest van de tempel, ontworpen en gebouwd door koning Salomon. Een korte tijd voor de vernietiging van de eerste heilige tempel, verordeneerde koning Josia om alle heilige content van het heilige der heiligen te verplaatsen, op te bergen, verbergen in de verborgen kamer. Dit werd uitgevoerd door Mano en Gamma met de intentie dat geen van deze heilige items in handen zou vallen van enige niet-jood die de tempel zou willen vernietigen. Alleen de hoge priester mocht het heilige der heiligen binnengaan, eenmaal per jaar tijdens de Day of Atonement, ook bekend als Yom Kippur. Echter, de hoge priester en zijn assistenten zouden daar vaker naartoe gaan, niet alleen op de Day of Atonement. Koning Salomon zou daar Tijd in isolatie doorbrengen voor het doel van spirituele verheffing. Hij zou zelfs het heilige der heiligen gebruiken als een plek om te lezen en te schrijven. Mijn kennis en mijn herinneringen betreffende koning Salomon en zijn vader nemen mij terug naar het verleden. Het is een zeer vreemd gevoel. Ik kende hen en ook hun erfgenamen heel goed. Als een hoge priester was ik hun adviseur, hun dokter en, ik durf zelfs te zeggen, een psycholoog. David en Solomon, die de oprichters waren van de eerste heilige tempel, waren heel sterk en heel slim, maar zeer corrupt van nature. Ze waren hebberig, machtig en gerespecteerd. Hun persoonlijke levens waren in opperste chaos en als een familie van adel zou ik hen beschrijven als een dysfunctionele. Binnen de familie zelf was er incest, verkrachting en verschillende moorden. Er waren ook oorlogen over macht en nalatenschap. Er was verraad tussen alle leden van de familie, van de grootouders tot de kleinkinderen en al hun nakomelingen. David en Solomon hielden hun koninkrijk in stand door het vermoorden van elk mogelijk regime. Tijdens het grootste deel van zijn regering was David bezet met verschillende oorlogen. Tot zijn eer praktiseerde Solomon, zijn zoon, vrede en rust. En vrijwel geen oorlog of tegenstand, behalve in zijn eerste jaren. Koning David leefde zo'n 70 jaar. Hij regeerde de mensen met een sterke hand. Hij veroverde veel land en breidde zijn koninkrijk uit. David was heel knap, echter, hij was klein en had rood haar. Hij stond bekend als een impulsief, plezierig, slim, maar zeer wreed en corrupt persoon. Hij had veel vrouwen en minarissen en een grote hoeveelheid kinderen en nakomelingen. Aan de andere kant was zijn jongste zoon, koning Solomon, tot koning gekroond op de leeftijd van 12, tot zijn dood op de leeftijd van 52. Hij was lang en knap. Hij was een koning die minder oorlogen kende, maar ook zijn leven leefde met absolute chaos. Hij stond bekend als een wijs man. Hij had ook ontelbare vrouwen, en minnaressen en uiteraard ontelbare kinderen en nakomelingen. Om zijn regering en dominantie in het koninkrijk te verzekeren, ook al was hij het jongste kind van Koning David, moest hij zijn broer en wat van zijn adviseurs en vrienden vermoorden die de oudere kinderen van Koning David steunden. Ik vind het grappig dat de Joodse en christelijke tradities wachten op de messias die nog moet komen van de familie van Koning David. Jezus werd al als deel van de koning David-familie beschouwd en was al een Messias voor de christenen. De joden wachten nog steeds op dezelfde Messias van de familie van koning David. Het is allemaal onzin en sprookjes. Dat God ons allen mogen helpen, als de Messias inderdaad zou komen van zulk een dysfunctionele familie. Ik hoop dat de dagen van de Messias nabij zijn. En wanneer hij arriveert, bid en hoop ik dat hij puurder is, meer heel. Meer liefdevol en meer verlicht. Het is belangrijk voor mij om de lezer te informeren dat Koning Solomon Adam is in mijn huidige reïncarnatie en Koning David is Tova in mijn huidige reïncarnatie, die de nicht is van Adam. Natuurlijk waren sommige van hun vrouwen, minnaressen, kinderen en kleinkinderen, zielen die ik nu ken als deel van mijn zielsfamilie en een paar goede vrienden. Maar er is nu geen noodzaak om daar in detail op in te gaan. Abraham en Sara. Voordat ik verder ga met de inzichten van de pyramidcode, code zou ik een verhaal van mijn eerste incarnatie willen delen dat mij dicht aan het hart staat. In het jaar 3000 volgens de Hebreeuwse kalender, 760 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, was Sarja, de hoge priester van mijn eerste incarnatie, 600 jaar oud. Het was niet gebruikelijk in die tijd om een verjaardag te vieren. De meeste mensen wisten zelfs niet wanneer zij waren geboren en als zij dat deden, zouden ze daar nauwelijks enige opmerking over krijgen. Er waren niet veel mensen die zo'n hoge leeftijd bereikten. In mijn opinie bereikten Sarja en Gamma deze leeftijd door het Baraka-proces waar zij doorheen gingen, samen met hun diepe kennis van de geheimen van de creatie. Zij gebruikten deze kennis in hun persoonlijke levens en in hun werk als priesters. Zij leefden ook een hele schone vegan levensstijl, net als de rest van de farao's. Als zij niet waren bezweken op de negende van af in het jaar 3339 volgens de Hebreeuwse kalender, 421 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, in de vernietiging van de eerste heilige tempel zouden zij hoogstwaarschijnlijk meer dan duizend jaar zijn geworden. De farao's en de hoge priesters vermeden in het algemeen seksuele geslachtsgemeenschap... tenzij het hun intentie was om te reproduceren. Fysieke liefde en paren vond af en toe plaats volgens de normale manier zoals wij dat nu kennen. Maar voor het meest voerden zij het uit middels meditatie en telepathie... met vrijwel geen fysiek contact behalve voor het vasthouden van handen en... In sommige gevallen het aanraken van benen. Hoge priesters zouden ook paren door het aanraken van voorhoofden. Op deze manier paren behield de essentie van hun lichamen in het fysieke. Het behield ook hun interne energie, wat het geheim was van hun vitaliteit voor hun spirituele werk. Dit is de reden waarom de meeste van hen zulke lange levens zouden hebben, vergeleken met ons nu. Heel weinig mensen wisten echt hoe oud Mano en Gamma waren, aangezien zij hun leeftijd geheim hielden. De meesten, de mensen van de Joodse natie, aanbaden Gamma en Sarja, aangezien zij ouderlingen en priesters waren. De mensen van de natie hielden van hen en omgekeerd. Een dag in Jeruzalem, in de vakantie van Shavuot, benaderde een jongstel Sarja. Hun namen waren Abraham en Sara. Dit heeft geen verband met de Abraham en Sarah uit de Bijbel. Abraham was ruwweg 30 jaar oud en Sarah was net onder 25 jaar oud. Zij hadden het privilege om de hoge priester privé te ontmoeten, wat niet gebruikelijk is, door de relatie van de hoge priester met Sarah's vader, die een hoogst gerespecteerd en goed verbonden man was. De vader verzocht om hulp voor zijn dochter. Zij kwamen met de hoop. Om een zegen te krijgen en hulp, aangezien zij al tien jaar waren getrouwd en nog steeds geen kinderen konden krijgen. Abraham vroeg om toestemming om een tweede vrouw te huwen. En samen vroegen zij om hulp om zwanger te worden. Toegevoegde huwelijken voor een man was iets dat in die dagen was toegestaan, zolang als de vrouw daar geen bezwaar tegen had en de rabbi van de gemeenschap instemt. Sarah had heel veel bezwaar. Zij had kracht en invloed door de status van haar vader in de gemeenschap. Haar echtgenoot Adam stond op een tweede vrouw, maar ging niet in tegen de zegen. Sarja, de hoge priester, glimlachte in zichzelf, omdat hij de zielen van Abraham en Sara herkende van hun eerdere reïncarnaties. Echter was het niet juist of wijs om dat op dat moment te vertellen. Abraham was mer, mijn vrouw in mijn huidige reïncarnatie. En Sara was Roka, Tina in mijn huidige reïncarnatie. De zegen die het stel van de hoge priester ontving, hielp enorm. En binnen een korte periode gaf Sara geboorte aan een tweeling, twee dochters. De ene was genoemd Pergia, Farah van de eerdere reïncarnatie, Tova in mijn huidige reïncarnatie, en een tweede dochter heette Shir, Jehoshua, de zoon van Noon van de eerdere reïncarnatie, Shula in mijn huidige reïncarnatie. Naast de zegen die zij van de Hoge Priester ontvingen, moesten zij ook door een algemene, fysieke en mentale reiniging gaan, wat een zuiver vegan levensstijl inhoudt. Op de leeftijd van ongeveer 35 was Sarah al een moeder van acht. Ezekiel, Marhaba van mijn eerdere incarnatie, Abraham in mijn huidige reïncarnatie. Mozes. Pharao van mijn eerdere incarnatie, Vicky in mijn huidige reïncarnatie. Hezekia, Satis van mijn eerdere incarnatie, Orly in mijn huidige reïncarnatie. Gaia, Aharon, de hoge priester van de Fatasol-dynastie in mijn eerdere incarnatie. Nadaf. Nadaf, de hoofdpriester in mijn eerdere incarnatie. Rami-Levi in mijn huidige reïncarnatie, Eliezer. Eliezer, de hoge priester van mijn eerdere incarnatie, Joni Cohen in mijn huidige reïncarnatie. Sarah en Abraham leefden een goed leven. Als ik het goed heb, leven zij tot ruwweg de leeftijd van tachtig jaar oud. Zij waren altijd en zijn nog steeds deel van mijn zielsfamilie. De familievriendschap tussen Sarja, Gamma en het jongerstel werd in de loop van de jaren zelfs sterker. Dit veroorzaakte wat ongemak voor Sarja en Gamma vanwege het feit dat zij de waarheid kenden achter het priesterschap. Het feit dat zij de plaatsinname van de hoge priesters en dat zij niet van de Levi-stam waren of deel van de nazaten van Aaron de hoge priesters en zijn familie. Dit was een kleine maar toch grote leugen in de ogen van Sarja en Gamma in die tijd. Er zijn veel verstoringen en conflicten tussen het ware verhaal en het officiële historische verhaal. Wat iets is dat mij persoonlijk nu wat ongemakkelijk maakt, maar daar zal ik later op ingaan. Ik moet het feit benadrukken dat deze incarnatie extreem lang was, heel interessant en vol met liefde, opwinding, opschudding en veel hobbels op de weg. Nieuwe rectificaties. Tikkoen in het Hebreeuws, waar ik doorheen ging in andere reïncarnaties, hebben geen betekenis vergeleken met deze incarnatie. Echter, ik neem aan dat het de manier is van de wereld, vooral de Spiritwereld. Met alle kennis en ervaring vraag ik mij altijd af aan het eind van de dag: waarom? Hoe? Wanneer? Wat zal gebeuren in de nabije en verre toekomst? Hoe meer ik weet, zie en leer. Ten meer ik mij realiseer dat ik niets weet of begrijp en dat wij maar een druppel zijn in het grote geheel. De piramide Op verzoek van Rabbi AA zal ik proberen de essentie van de piramidcode uit te leggen en te beschrijven zonder de code zelf vrij te geven. Alles wat ik schrijf komt alleen uit mijn geheugen en de kennis die ik in de recente jaren heb verkregen, en een beetje van wat ik mij herinner van mijn eerste incarnatie. Ik kan mij niet alles herinneren, en terwijl de tijd voortglijdt, wordt mijn geheugen minder betrouwbaar, waziger. Mijn geheugen bedriegt mij soms, en in mijn huidige reïncarnatie doet mijn lichaam dat ook, door mijn missies. Of wellicht is het meer accuraat te zeggen dat ik mijn lichaam bedrieg, ongeacht mijn missies en kennis. Ik weet zeker dat de kennis die ik heb niet perfect en heel is. Mijn geheugen wordt scherper en duidelijker terwijl ik schrijf. Toen ik door het Baraka-proces ging, wat een lang proces is dat jaren duurt, leerde ik eerst over huidige wereldgeschiedenis. Pas daarna begon ik te leren over de spirituele kracht als tegenstelling tot de fysieke kracht en hoe de twee met elkaar kunnen worden verbonden. Dit was een lang, saai en moeilijk proces om te verwerken. Ik zal beginnen met wat achtergrond over de farao's fatasol, die deel uitmaakten van de evolutie van de ontwikkeling van de aarde in het verre verleden. Het fysieke en het spirituele verbinden. De aarde opereert volgens natuurlijke wetten, die door de schepper zijn gesteld. De aarde beweegt altijd, ontwikkelt en verandert. Veranderingen en evolutie in de spirituele wereld. Wordt door verschillende golven, frequenties en trillingen doorgegeven, die consistent zijn tot elke vorm in de natuur. Deze energie blijft in deze abstracte vormen totdat het materie penetreert, hetgeen resulteert in de verandering van materie of de creatie van nieuwe materie. Dit proces kan worden bereikt door spirituele woorden of spirituele krachten, via golven, frequenties en vibraties. Met andere woorden, Vlees wordt anders gecreëerd van een dier naar een mensenwezen. Een brein is anders gecreëerd dan een menselijk hart. Alles heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen fysiek en zijn eigen spirit erin, dat effect heeft op zijn golven en vibraties. Wanneer spirit zichzelf transformeert naar fysieke materie, keert het materiaal dat culmineert, zoals de dood van een lichaam, zijn richting om en gaat terug naar spirit. Het transformeert dan verder om weer bron, energie, kracht te worden. Dit proces gaat vele jaren door. Het is een heel langzaam proces dat miljoenen jaren overspant. Ik probeer de taal en de stijl van Rabbi A.A. te behouden in dit document, maar het is niet makkelijk. Het oorspronkelijke document was geschreven in het Hebreeuws en vertaald naar het Engels. Hebreeuws is mijn moedertaal. Maar mijn vermogen om het te spreken en schrijven was altijd zwak. Het oorspronkelijke Goddelijke Ras Het eerste ras hier op aarde was een zeer spiritueel ras. Ik zou zeggen dat ze 90% spirit waren en 10% materie. De spirituele wereld en zijn wetten regeerden de wereld, in tegenstelling tot de materiële wereld en zijn wetten die wij nu kennen. Het oorspronkelijke ras was een bewust ras met appreciatie, liefde en begrip voor de goddelijke laag en de wetten van de natuur. Ik heb het over een bijzonder lang geleden tijdperk, lang voor Atlantis of Adam en Eva. Ik heb het over een gemeenschap die van nature bewust en verlicht was, zonder wensen en impulsen zoals wij die nu hebben. Dit was een ras dat volledig bewust was. Dit was een ras dat de geheimen van de natuur kende en de geheimen van de schepping begreep. Zij hadden kennis die geen grenzen had, een dat was gekarakteriseerd door een rechtstreekse, goddelijke verbinding met de schepper. Dit was een ras dat wist hoe de natuur te controleren en te leiden. Dit was een ras dat niet hoefde te werken voor zijn levensonderhoud, dat geen pijn had bij het baren van kinderen. De natuur werkte voor hen. En zij behielden de natuur naar de wil van de Schepper. Echter, om een reden die ik niet begrijp, was er een ander ras dat arriveerde of was gecreëerd op aarde. Dat was een heel ander ras. Zij zagen eruit als het oorspronkelijke ras, maar zij waren spiritueel nietig. Zij waren 90% materie en 10% spirit. Ik neem aan dat dit de voorvaderen zijn van Adam en Eva. Het nieuwe ras kende geen vrede of rust. Als gevolg van vermenging van de rassen werd het spirituele ras verzwakt en werd het fysieke materie. Een proces dat eons duurde. Hetzelfde goddelijke ras paarde met de vrouwen van het andere ras en daaruit kwam nageslacht van verschillende maten en kleuren. Het nieuwe ras had een zeer primitief brein met langzame ontwikkelingen. Het was een ras met een nietige goddelijke emotie. Gaandeweg waren er enkele die spiritueel groots waren, maar niemand bereikte het spirituele niveau van het oorspronkelijke goddelijke ras. Het oorspronkelijke goddelijke ras, de grote spirits, proberen tot op de dag van vandaag de aarde weer in balans te brengen. Op de tiende van Tijgerij, in het jaar 1010 volgens de Hebreeuwse kalender, 2750 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender, kwamen buitenaardse, vatasol, naar de aarde vanuit vier verschillende sterren, planeten, die waren vernietigd om redenen die ik niet ken. De buitenaardse die waren overgebleven, waren hier naartoe gezonden om samen te gaan met het oorspronkelijke ras en langzaam de wereld op een positieve manier te regeren. Elke groep ging naar een ander deel van de aarde, noord, zuid, oost en west. De farao's bereikten wat wij nu kennen als de Afrikaanse Egyptische regio's. Ze maakten al een deel uit van het oorspronkelijk goddelijke ras. Voor het grootste deel zagen de buitenaardse eruit als gewone mensenwezens. De farao's hadden een lange, langwerpige schedel, niet zoals mensenwezens van aarde die een ronde schedel hadden. De lichamen van de farao's waren dun, edel en lang. Ze hadden een donkere huid en hun gezichtsbeenderen waren vooruitstekend, waar zij waren gezegend met edelig schoonheid. De groep die naar het westen ging was donker klein en had een grote ronde schedel met een groot progressief brein. Hun beenderen waren dik. Zij lijken de voorouders te zijn van dat oorspronkelijke goddelijke ras dat in de loop van de tijd is verdund. Deze wezens zijn de voorouders van de huidige Zuid-Amerikaanse Hispanics die zich bevinden op plekken zoals Mexico en Peru. Het doel was om het corrupte en materialistische ras op aarde proberen te transformeren naar een spiritueel ras dat vrede en rust zou brengen, zonder druk, gevechten of oorlogen. Een ras dat zich zou bezighouden met het spirituele en niet met het fysieke. De farao's begonnen de aarde te veranderen van een materialistische plek naar een meer spirituele plek, en het eerste succes was overweldigend. Echter, terwijl de tijd voortschreed, begonnen de fata sol en hun nieuwe generatie te paren met mensenwezens. Het superiëre spirituele ras plantte zichzelf in het materialistische ras, wat veroorzaakte dat zij hun spirituele krachten kwijtraakten. En wat hun persoonlijke kracht verdunde, evenals hun toekomstige nageslacht. Ze probeerden het lager vibrationele ras te verheffen uit het materiële en in het spirituele, maar in de loop van de tijd faalden ze. Langzaam werden Vata'sul en hun nageslacht zwakke dierlijke wezens, die vol zaten met lust en overmatig verlangen. In plaats van het zijn van spirituele wezens, Vonden ze zichzelf met tyrannieke, vrede, zieloze en onverschrokken leiders die angst drukte op de gehele natie? Een zeer vergelijkbare realiteit met wat nu op aarde gaande is. Zoals wij het nu begrijpen, faalde de missie. Echter, ik weet zeker dat God niet opgeeft en het werk zal doorgaan tot het voltooid is. Het is een doorgaand proces en wij zijn op onze weg naar het eeuwige licht, wat het tijdperk van liefde is. Binnen op zijn hoogst één of twee reïncarnaties zullen wij deze plek bereiken. In feite is dit eeuwige proces het werk, bestemming en doel van entiteiten zoals Rabbi A.A. en Adam. Het is de bestemming van zielen, zoals de farao's die hier zijn gekomen, om zichzelf en planeet aarde te redden van fysieke en spirituele uitsterving. Ik geloof dat de dag zal komen wanneer de Zoon van God, Vata Sol, zal manifesteren in een mensenlichaam om de gehele mensheid de weg het duister uit te laten zien en naar het licht van stress naar bewustzijn. Deze entiteit zal in mijn ogen de messias zijn. Technologie van de farao's. De farao's begonnen alles over te nemen en gingen langzaam aan de aarde regeren. Zij probeerden een nieuwe spirituele wereld te creëren. Zij moesten de middelen die zij gebruikten voor hun werk en de voertuigen voor transport voor toekomstige generaties preserveren, beschermen en ontwikkelen. De piramides maakten deel uit van de structuren gebruikt voor alleen dit doel, wat is waarom wij piramides zien in verschillende delen van de wereld. De piramides waren niet alleen gebouwd als graftonden, ze waren gebouwd om de verschillende apparaten en ruimteschepen die de farao's gebruikten te beschermen en preserveren. De piramides waren gebouwd. Het gebruikmaking van fysieke en spirituele middelen die zwaartekracht konden controleren en manipuleren. Zulke middelen werden gebruikt om megalithische stenen op te liften en de piramides te bouwen. De stenen waren uit verschillende bergen gebeiteld waarbij lasertechnologie werd gebruikt. De farao's brachten nieuwe technologie in deze wereld dat hen het vermogen en de macht gaf om de mensenwezens te controleren. De term EMF staat voor elektromagnetisch veld. Elektromagnetische velden maken deel uit van de aarde, evenals van onze lichamen. Het was en is nog steeds een fenomeen dat natuurlijk verschijnt tijdens creatie. Echter, de huidige mensen hebben de verschillende frequenties en golven in de aarde veranderd met verachtelijke, corrupte en weerzinwekkende technologie. Hetgeen de grootste spirituele leegte heeft veroorzaakt die wij ooit hebben ervaren. De corrupte manipulatie van het elektromagnetische veld van de aarde veroorzaakt op dit moment mentale en spirituele kwalen en ziekten. De farao's brachten een andere vorm van technologie met zich mee, wat heet elektromagnetische pulsatie, EMP, en elektromagnetische laserpulsatie. E-M-L-P In de Vata sol werd EMP genoemd magen, puntje, puntje, puntje. En E-M-L-P was genoemd magia, puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje betekent hier komen weer de vreemde tekens voor. Beide namen laten zich vertalen als shield in het Engels, schild. Deze technologie gaf hen het vermogen om enorme piramides te bouwen. Onder deze enorme structuren bevinden zich enorme kelders waarbinnen de apparaten en technologie die is gebruikt om ze te maken is opgeslagen. Oorspronkelijk waren er 600.000, 66 66.666 piramides op aarde. Nu zijn we achtergebleven met minder dan 100.000 piramides van verschillende vormen en afmetingen. De meeste piramides die over de wereld waren gebouwd, zijn in de loop van de tijd vernietigd, niet door mensen, maar door een opperste macht. In de jaren volgend op de Exodus kwam het tijdperk van de farao's aan zijn einde en zij, samen met hun technologie, zijn voor het meest verdwenen uit de wereld. Er is nog steeds een klein aantal verdunt nageslacht van de farao's die nu nog onder ons leven. Zij zijn herkenbaar door hun lichaam en schedelstructuur, aangezien zij de overblijfselen van de farao's zijn en nog steeds wat van de fysieke distinctieve kenmerken hebben. Enkele van hun technologische apparaten waren gestolen door mensen die mij niet bekend zijn. Wat ik weet is dat de wereldelite toegang heeft tot deze technologie, hetgeen een grote dreiging legt op het gehele universum. Als het in de verkeerde handen is. EMP en EMLP zijn technologieën die een land als de Verenigde Staten in minder dan een uur kunnen vernietigen zonder waarschuwing. Ik ben er niet specifiek zeker van wie deze apparaten heeft, en ik weet ook niet of sommige regeringen deze technologie hebben. Ik heb een gevoel en geloof dat buiten de wereldelite, zowel Israël als Rusland, deze technologie bezitten. Ik denk niet dat de VS het al hebben. TLS heeft vergelijkbare apparaten die ik zag tijdens mijn werk met hen in de afgelopen tien jaar. EMP kan militaire atoomsystemen neutraliseren. EMLP kan binnen seconden hele steden desintegreren. Deze technologie kan alles bouwen of vernietigen, gebaseerd op de intentie van zijn bediener. Voor zover ik weet heeft nog niemand de verborgen kelders onder de piramides gevonden. Maar ik ben er zeker van dat ze er nog steeds zijn. Onder de machines en uitrusting die in deze kelders is opgeslagen, bevinden zich luchtvaartuigen, ruimteschepen. Het zijn enorme energetische apparaten die elke duizend jaar door de zon moeten worden herladen om te kunnen functioneren. Er zijn geen batterijen. Deze machines werken primair middels het gebruik van de zon samen met magneten. Zelfs de magische staf waarover wij in oude boeken lezen, werkt met dezelfde energie. Deze staven kunnen de trek van de zwaartekracht van de aarde met betrekking tot een specifiek object op elk moment veranderen. Deze staven hebben zelfs het vermogen om een persoon te voorzien van de kracht en het vermogen om van gedaante te wisselen, shapeshift, zolang deze persoon was geboren met de juiste genetica om het te kunnen doen. Deze staven kunnen ook verschillende ziekten genezen. Sommige van de apparaten en machines waar ik het over heb, bevinden zich onder de Dome of the Rock in Jeruzalem. Zij waren daar verborgen door Mano en Gamma voor de vernietiging van de eerste heilige tempel. Alhoewel deze energieën en apparaten zeer behulpzaam en nodig kunnen zijn, kunnen ze ook zeer destructief en bedreigend zijn als ze worden gebruikt door satanische en corrupte mensenwezens. De kracht van de piramide en de piramidcoat hangt behoorlijk af van deze apparaten en de energie die ze kunnen creëren. Deze middelen waren gecreëerd door buitenaardse. Ze waren niet natuurlijk gecreëerd door de Schepper, God. Ze zijn gedurende duizenden jaren gebruikt, maar tot mijn teleurstelling zijn ze in verkeerde handen gevallen. Ik hoop dat spoedig iets zal gebeuren om deze dreiging voor altijd uit ons universum te verwijderen. Ik geloof dat in de niet zo verre toekomst de juiste mensen zullen opstaan die de macht van het slechte zullen neutraliseren en die zullen komen om de schatten te vinden die onder de piramides en de Dome of the Rock liggen. Ik geloof dat de kennis zal worden vrijgegeven aan de mensen. En de wereld zal in het ware vijfdimensionele bewustzijn komen van het goddelijk zelf. Wie niet de vijfde dimensie zal bereiken, zal eenvoudigweg ophouden te bestaan in het universum en zal niet meer reïncarneren. Dit betekent dat zelfs hun spirit of ziel niet langer zal bestaan in enige vorm. Degenen die zullen overleven, zullen gedijen en zullen uiteindelijk hun hogere dimensies bereiken. Zelfs zo hoog als de negende of de tiende dimensies als een collectief gemeenschappelijk bewustzijn. In mijn opinie zijn dat de dagen van de Messias. Een nieuw tijdperk. In die dagen werd veel gebruik gemaakt van ruimtevaartuigen. Er was een doorgaande verbinding tussen de verschillende sterren en het goddelijk zelf. Tussen de spiritwereld en de mensenspirit. De vroege farao's waren volledig vegan. Echter, in de loop van de tijd werden zij door mensen beïnvloed die hun minds, zielen en lichamen corrumpeerden door het gebruik van verboden voedsel en verboden acties. In plaats van uit te wisselen met dieren, begonnen zij ze te eten. Zelfs de leeuwen in het koninklijk paleis waren van nature vegan. Waar de vatersol ook maar landde met hun ruimteschepen, creëerde zij een superieure cultuur met het leiderschap van rechtvaardigheid en liefde, om zo de kracht van de spirit te verspreiden en de leringen van de spirit. In het begin regeerde de farao's de natie als zowel farao de koning als spiritueel leider van de natie. In de loop van de tijd, terwijl de natie krachtiger werd als gevolg van een nieuwe cultuur, geluk en rijkdom, Verdeelden ze de taken onder de andere vatarzolwezens. Eén was de leider van de natie, farao, terwijl de ander de spirituele leider van de natie was, hoge priester. Ook al waren vatarzol gehuisd in een fysiek lichaam, hadden zij perfecte spirituele vrijheid gekregen die hen volledig bevrijdde van tijd en ruimte. Door dit goddelijk bewustzijn konden ze vrij bewegen tussen sterren en galaxies. Zonder de invloed van tijd of ruimte. Met andere woorden, zij waren in staat om het verleden, heden en toekomst tegelijkertijd te ervaren. Dit betekent dat als wij zijn bevrijd van de limiteringen van tijd en ruimte door waar en puur spiritueel bewustzijn, wij onszelf kunnen leiden door ons bewustzijn zoals onze ziel wenst. Of het nu naar een fysieke of een spirituele plek is. Dit wordt gedaan door de zuivering van het lichaam, de mind, de spirit en de ziel. In zo'n staat van bewustzijn binnen de vijfde dimensie, in een staat van gamma of hoger, kunnen wij zelfs hogere niveaus van zijn bereiken, net als de oorspronkelijke fatasol van de oorspronkelijke goddelijke ras afkomst deed. Hun vermogens hadden geen fysieke of spirituele limieten. Voor hen is er niet zoiets als hier of daar of wij. Of zij. En zij waren in staat om te differentiëren tussen verschillende perspectieven van de ene en enige realiteit. Hetgeen het zijn is dat alles eeuwig is, alles is nu, alles is hier, alles is één en wij zijn allen één. Dit is het goddelijk bewustzijn dat de God en het goddelijke zelf van ons allen is. Dit bewustzijn zal, zelfs nu, zal ons naar de hoogste plekken brengen. Wij kunnen bewegen met of zonder een lichaam. We kunnen ons lichaam verlaten en zelfs omhoog laten gaan met de energie van ons lichaam zonder een magische staf, elektriciteit of zelfs een externe batterij. Het wordt allemaal gedaan middels onze lichamen, onze gedachten, onze breinen, onze harten, onze zielen en onze liefde voor onszelf en voor anderen, evenals de ene en enige eeuwige schepper God. Liefde is macht. Onze macht is onpeilbaar. Het is macht die ons het vermogen heeft gegeven om piramides te bouwen en ruimte schepen, om de mensheid te genezen en de mensen nabij ons. Echter, op dit moment zitten wij gevangen in een tijd en ruimte zonder liefde, vrede, spirit, zuiverheid en vrijheid. Baraka is een proces dat vrijwel iedereen die in zichzelf wil investeren zover kan brengen om het heilige licht aan te raken en een bovennatuurlijk wezen te worden, net zoals de grote Rabbi AA, Adam, de Farao's en de hoge priesters waren. We kunnen spiritueel of fysiek contact creëren tussen alle wezens over de hele wereld, ongeacht de fysieke afstand, wanneer we dat willen, middels volledig verenigd en perfect bewustzijn. Ik weet dat het vreemd klinkt, maar het is mogelijk. Vatersol leefde op deze manier en bereikte een niveau van macht dat voor ons niet te bevatten is. Braka moet weer worden ingevoerd, en deze keer zal het toegankelijk zijn voor iedereen die het wil. Stel je voor dat je leeft in een wereld zonder tijd en ruimte, zonder muren, zonder grenzen, zonder oorlogen, zonder ziekte, zonder vaccins. Zonder vergiften, zonder drugs, zonder dokters. Een wereld van liefde, broederschap en harmonie. Een wereld van geluk, rijkdom, oneindige overvloed en gelijkheid. Een wereld zonder een valse religie en een vals wetboek dat jou controleert. Een wereld waarin jij zelf de wet bent. Een wereld van rechtvaardigheid. Een wereld zonder valse rabbies, valse priesters of enige andere corrupte religieuze leider. Een wereld zonder corrupte advocaten, zonder corrupte rechters of politici. Het is mogelijk. Het is er al geweest en het zal er weer zijn. Het is beter dat het vandaag gebeurt eerder dan morgen. We zijn al op onze weg naar het tijdperk van liefde. En het tijdperk van eindeloze informatie en bewustzijn. We zijn er niet ver vandaan. In een tel zullen wij het mystieke van water leren. Het mystieke van de spirit, de kracht van de vrouw, de kracht van de gedachte, de kracht van de ziel, de kracht van gebed, de kracht van vergeving en de Permit code met de codes vrijgegeven. Dit alles kan nu gebeuren, nu meteen met volledige transparantie. In onze meest verbonden en ware vorm zijn wij in staat om ons te identificeren met elk levend wezen, mentaal, spiritueel en energetisch. Stel je voor dat je tussen dieren loopt en van hen houdt in plaats van hen te eten, ongeacht onze persoonlijke ideeën en wensen met betrekking tot deze overgang van een tijdperk. Het zal gebeuren. Deze energie zal zichzelf uitdrukken, aangezien het een manifestatie is van de energie die komt van de goddelijke bron en van het collectieve goddelijke zelf. Met de hulp van God zal dit alles in de nabije toekomst plaatsvinden. De kracht van collectieve eenheid zal ons altijd begeleiden en ons helpen in de meest moeilijke tijden. Nogmaals, ik schrijf al deze informatie vanuit mijn geheugen van mijn nabije en verre verleden. Ik had speciale leraren en grote spirits die mij de energie binnenin mij bewust liet worden. en wat nog steeds onbegrijpelijk voor mij is. Ik hoop dat ik en degenen die mij nabij zijn. zullen worden gezegend met het proces van Baraka. Waar ik voor het grootste deel niet bekend mee ben, als gevolg van het feit dat ik mij niet kan herinneren waar het uit bestaat. Ik heb een verlangen en diepe hunkering naar de dagen in mijn verleden. De dagen met rabbi Aa, die mijn leraar was, mijn vader en mijn rabbi. Samen met wezens als Adam en Fatah die in staat waren mij binnenin bewust te maken van wonderbaarlijke vermogens en herinneringen tot aan vandaag. Ze waren grote en buitengewone spirits en zielen. Het voelt goed om mijn verhalen te delen met degene om mij heen. Het zou zelfs beter voelen als op een dag al mijn informatie, inclusief mijn buitengewone ervaringen, energieën en verhalen en het boek Race of Light zou worden gedeeld met alle mensen, met alle codes vrijgegeven. Volledige transparantie. Ik hoop gewoon dat het niet wordt gedaan met animositeit of veroordeling, maar gedaan met blijdschap, rechtvaardigheid, licht, vrede en liefde. Ik weet dat deze dag zal komen, liever vandaag dan morgen. Ik hoop dat ik de juiste leiding en energie heb om verder te gaan met mijn collega's en geliefden. Liefde zonder differentiatie, onvoorwaardelijke liefde, liefde zonder veroordeling. Liefde zonder angst. De creatieve kracht zit in ons allemaal, op elk gegeven moment, in elke mogelijke graad en in ontelbare mogelijkheden. Deze belichaming vindt binnen ons plaats door vibratie, beweging en frequentie. Hoe krachtiger en korter de golven, belichaming, hoe meer wij wegbewegen van het concept van materialisme binnen ons bewustzijn. Zolang als wij leven in een gelimiteerd en onzuiver lichaam, met een gelimiteerde mind en een gesloten hart, zullen wij niet in staat zijn om het niveau van bewustzijn te bereiken waarover ik schrijf, de vijfde dimensie of hoger. Ik weet dat het nu moeilijk voor ons is om de richtlijnen van bewustzijn te begrijpen, want de golven van gedachten en de golven van ideeën binnenin ons zijn gelimiteerd als gevolg van de levensstijl die wij leven samen met de manier waarop wij zijn opgevoed en onderwezen. We moeten kleine stappen nemen naar een groot doel. Het gehele universum werkt en opereert via alles doordringende frequenties, vibraties, korte en lange golven, inclusief de goddelijke kracht en de energie van het gehele universum. De uitstralingen en de energieën waar ik het over heb, hebben ons gevormd en gaan door ons te vormen als mensenwezens. Dezezelfde energie vormde de vata Sol, die leefde binnen onze gemeenschappen, die gedurende eons en eons met ons zijn samengegaan in onze gemeenschappen. Frequenties, golven, vibraties, posities, straling en verscheidene energieën zijn middelen in ons bezit om te bewegen binnen het fysieke en spirituele universum. Zij bieden ons ook indicaties dat iets uit balans is. Ze laten ons zien wanneer de vibrationele signalen in ons lichaam op een dwaalspoor gaan. Zij geven ons ook de kracht om de wereld te bewegen en te gidsen naar onze wens. Natuurlijk, dit is een proces dat heel lang duurt, naar ons gelimiteerd begrip. Maar het is te doen en de tijd komt. De dag zal komen dat mijn herinneringen bewijzen waar en echt te zijn. De dag zal komen. Wanneer mensen alles zullen ontdekken en controleren, zelfs de meest indrukwekkende kennis. De dag zal komen wanneer perfect bewustzijn ons verder zal brengen naar het eeuwige licht. We zijn er dichtbij. We zitten al in de reis naar het tijdperk van liefde, de wereld van waarheid. Ik voel dat ik wat ben afgedwaald en in onderwerpen ben gedoken die we mogelijk moeilijk kunnen begrijpen. Echter, ik voel dat historie. Interne en spirituele kennis essentieel is om de essentie te gebruiken van de pyramid Code en zijn eeuwige code voor eons die eraan komen. Mystiek van de piramide. De piramides en al hun geheimen, inclusief de vele instrumenten en basisgereedschappen, werken, bewegen en opereren gebaseerd op de zwaartekracht, trek van de ster of planeet waarin zij zich bevinden. Het zelfbewustzijn van de aarde, wat in feite ons zelfbewustzijn is, is de kracht-energie die alle materialen in de aarde naar de aarde trekt. Het doet dit met de wens om te verenigen, middels zwaartekracht, wat deel uitmaakt van de goddelijke kracht. Dit symboliseert ook de liefde tussen schepping en natuur en drukt het uit. We moeten altijd werken met zwaartekracht en niet ertegen. Het maakt niet uit of je een piramide of een tempel bouwt. Als wij tegen zwaartekracht werken, zal alles uit elkaar vallen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de piramide en zijn constructie in de vorm van een piramide de beste en meest geschikte structuur is om gedurende lange tijd in stand te blijven. De piramidestructuur heeft ook de beste weerstand tegen schade door de natuur. De piramides waren geconstrueerd door en in overeenstemming met de wetten van de natuur en overeenkomstig verschillende mathematische, fysieke, astronomische en astrologische wetten. In het tijdperk van de farao's werden astronomie en astrologie gezien als een wetenschap of kennis en werd ast genoemd in de fatasol. Elke lagere of hoge priester moest vaardig zijn in ast-wetenschappen. De piramide wordt gebruikt voor een aantal doelen: bescherming, een eeuwige kloek, een eeuwige kalender en een graftombe voor de Vata Sol. De piramides werden gebruikt als graftombes dus met het doel dat het gebruik van de goddelijke lichamen van de Fatahol-wezens een energetische bescherming was voor de piramide, zijn ingangen en de instrumenten die zich daarbinnen bevinden. De farao en de priester. Hadden een energie in hun lichamen die ook aanwezig is nadat zij sterven. Die fungeert als een bescherming voor de deuren en poorten van de piramide. Het was de intentie dat zij de gatekeepers waren door het gebruik van hun interne energie en door het preserveren van hun lichamen nadat zij overleden. Normale menselijke wezens begrijpen deze energie niet omdat zij het niet kunnen meten. Echter, het hoofddoel van de piramide was bescherming. Elke piramide was zorgvuldig ontworpen en gebouwd. Zijn locatie, hoek, afmeting van elke steen en soort steen, alles had een specifieke reden. Bijvoorbeeld, de hoeken van de muren relatief tot hun basis waren gebouwd op 51 graden om verschillende redenen, waarvan één is om de stralen van de zon tot op grote afstand te reflecteren. De piramide diende ook als een vuurtoren voor zowel mensen als ruimteschepen, zowel dag als nacht. Laserstralen geprojecteerd uit de apex van de piramide naar de hemel, ook met een specifie, specifieke hoek naar specifieke sterren om in constante communicatie te zijn met verschillende moederschepen en verschillende sterren planeten die wellicht over vele jaren een nieuw thuis zouden kunnen worden, net zoals de aarde een nieuw thuis werd voor de vata wezens in het jaar 1010 volgens de Hebreeuwse kalender, 750 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. Oorspronkelijk waren alle piramides gericht op verschillende richtingen in overeenstemming met de sterren waarmee ze communiceerden, echter, om redenen die mij niet bekend zijn, waren de meeste van de piramides op aarde en elke piramide op enig andere planeet of ster, mogelijk miljoenen, volledig vernietigd na de exodus. Zoals ik al eerder heb gezegd, waren minder dan 100.000 piramides op aarde overgebleven. Deze zijn allemaal naar het noorden gericht, Noordster. Er is een sterplaneet in de fysieke vorm van een piramide die tegen de klok indraait en die constant in de hemelen beweegt, voor wellicht de eeuwigheid. Ik weet nu dat de piramide ster, planeet, het thuis is voor Adam en Rabbi AA, hetgeen heel waarschijnlijk hun laatste bestemming eindpunt is. De hele geschiedenis van de buitenaardse staat gegrafeerd op de muren binnen de geheime kamers, geheime tunnels en geheime kelders van de piramides. Op deze muren is ook de geschiedenis van de Pyramid Code weergegeven evenals de onvergankelijke code zelf. Deze onbegrensde kennis zal op een dag algemeen kennis worden en mensenwezens zullen in staat zijn om het te lezen, te begrijpen en het gebruiken om het verleden, heden en toekomst te ontcijferen dat alles bestaat in het huidige moment. Aangezien God overal aanwezig is, en in alles wat leeft, mensen en dieren, plantenleven, al organisch en spiritueel, moeten wij eerst begrijpen dat een piramide of enige andere structuur deel uitmaakt van God. Dat is deel van de collectieve spirit. Dit betekent dat fysieke structuren ook worden gecontroleerd door de wetten van de spirit, het mystieke van de spirit. De driedimensionale wereld is gebaseerd op de wetten van de spirit. Zonder welke wij niet kunnen bestaan. Dat betekent dat een piramide zoveel is als het eeuwige Goddelijke wezen, net zoals al het andere in het universum. Om deze wetten te begrijpen, moeten wij eerst God begrijpen, wat geen gemakkelijke taak is. God leeft in alles en alles leeft in God. God, in zijn perfectie, kan alleen worden begrepen door degene die zelf God kunnen worden of het zijn geworden. Tiende dimensie. Om dit inzicht samen te vatten: alleen God kan God begrijpen. Aangezien wij als mensenwezens zijn afgesneden van ons goddelijke zelfbewustzijn lang geleden, kan de moderne mens het concept van God alleen beschrijven en begrijpen volgens hun mentale capaciteiten en innerlijke limieten. Hoe kan de eindige mens begrijpen het oneindige God? Ik ben heel hard bezig om te proberen deze zaken voor jou te vereenvoudigen en ik hoop dat het lukt. Het is heel moeilijk om op de kleine verborgen details in te gaan zonder de code vrij te geven. Elke actie is eerst gemanifesteerd door een gedachte en iemand kan niet zijn eigen zijn ervaren zonder de daad zelf. Een gedachte alleen zet niet iemand in een ware staat van zijn. Een gedachte komt alleen tot het zijn door de daad. En de daad wordt een realiteit alleen als er tenminste een getuige is. Dat betekent dat realiteit alleen in staat is om te bestaan als er een begrip of bewustzijn is om het waar te nemen. Een correct gebouwde piramide met gelijkzijdige driehoeken op elke externe muur geeft noodzakelijke energie door voor het universum. De apex van de piramide is significant voor God. Eeuwige macht en eenheid. Elke hoek aan de basis van de piramide is ook significant voor iets specifieks. Er zijn vier hoeken in de basis van elke piramide die staan voor het leven, mensen en dieren: het plantenleven, het anorganische en het spirituele respectief. Alle vier van de hoeken zijn verbonden in een rechte lijn tot de apex van de piramide via de vier zijden van de piramide. Fatasol creëerde de laserenergie EMLP middels de verbinding met de Apex voor de goddelijke verbinding overeenkomstig hun visie en begrip. Zoals ik al eerder zei, was de galactische communicatie met het eeuwige lucht continu. Ik geloof dat zelfs nu er een verbinding is, maar wellicht gebruikmakend van een andere energetische verbinding zonder lasertechnologie. Mogelijk via de lichamen van de oude farao's, die de energie in hun lichamen opslaan tot aan de dag van vandaag. Spirituele wetten en fysieke wetten houden de funderingen voor het bouwen van de piramides. Spirit is leven en fysieke materie is zijn weerstand. Spirit is straling en de fysieke materie is aantrekkend. Door de constructie van de piramide is de mens de link die de spiritwereld en de fysieke wereld verbond. Zonder de weerstand van het fysieke zou schepping als een geheel niet mogelijk zijn. De piramides, hun geheime tunnels, geheime kamers en de enorme kelders waar ze op staan waren zelf de moederschepen. Elke piramide kan zweven door het inkrimpen van zijn basis, vliegen waar het maar wil en terugkeren naar zijn plek alsof er niets is gebeurd. Dit is materiële weerstand. Dit alles is in de handen van de buitenaardse Binnen wie de kracht ligt van de mind, de kracht van gedachten, het geheim van creatie en het volledige begrip van de materiële wereld. Alleen met de juiste combinatie en harmonie tussen de wetten van natuur, zoals de wetten van fysica en de wetten van de spirit, is het mogelijk om dit niveau van kracht te bereiken. De Hebreeën waren de bouwers van de piramides, maar de farao's waren de architecten. Niets werd gedaan vanuit dwang of lijden. Het werd door de Hebreeën als een privilege beschouwd om deel uit te maken van deze gebeurtenis in de geschiedenis. De pyramidcode was in die tijd geen geheim. Terwijl de tijd voorbij gleed, werd het een geheim, omdat de faraoheersers de macht misbruikten die aan hen was gegeven en niet langer konden worden vertrouwd. Structuur van de piramide. De piramide bestaat uit vier gelijkzijdige driehoekige oppervlakken. Elke driehoek heeft drie gelijke zijden en drie hoeken. Het binnenoppervlak binnen elk van de driehoeken is bekend als het goddelijk oppervlak. God bevindt zich in elk van de driehoeken, goddelijke oppervlakken, en is een integraal deel van de piramide. De vier gelijkzijdige oppervlakken op de piramide Maakt het voor ons mogelijk om te begrijpen dat elke piramide vier zichtbare goddelijke oppervlakken heeft die projecteren van het exterieur van de piramide naar het universum. Evenals vier interne goddelijke oppervlakken die de piramide instralen. De basis van de piramide is het basisgoddelijke oppervlak dat bestaat uit een vierkant met vier hoeken. Het vierkant straalt zijn energie door zijn oppervlak. Zowel intern als extern. Evenals zijn vier hoeken naar de apex op de top van de piramide. Elke hoek aan de basis van de piramide kijkt naar een andere richting: noord, zuid, oost en west. Elke muur, goddelijke oppervlak van de piramide, kijkt ook in een andere richting: noord, zuid, oost en west. Elke hoek aan de basis van de piramide voorziet in energie voor het levende, mensen en dieren. Het plantenleven, het anorganische en de spirit. Al deze hoeken als één stralen en absorberen de goddelijke energie van de apex op de top van de piramide. De apex is altijd door laser- of zonnestraling verbonden met de oorspronkelijke goddelijke energie, de bron. Op alle goddelijke oppervlakken en alle hoeken straalt energie en absorbeert de goddelijke energie tegelijkertijd. De piramide projecteert zowel als ontvangt energie. De piramide geeft door zijn goddelijke oppervlakte de goddelijke energie die naar buiten straalt, maar ook naar binnen door zijn interne goddelijke oppervlakken. Het goddelijke oppervlak aan de basis van de piramide straalt energie in de piramide naar boven naar de apex, naar de Spirit, en naar beneden naar de aarde, naar het fysieke. Wanneer de piramide oprijst en vliegt, zoals het deed in de oude dagen, kon een licht worden gezien dat kwam uit de apex en vier van de hoeken aan de basis naar noord, zuid, oost en west. Er waren twaalf lichten aan de bodem van het basisgoddelijk oppervlak in de vorm van een cirkel dat alleen kon worden gezien als je vloog. Deze lichten symboliseren de zodiac, de dierenriem. Daar komt bij een licht dat in het midden van de cirkel was dat het goddelijke licht representeert. Zelfs nu zijn er ruimteschepen die bestaan in de vorm van piramides, precies zoals ik ze hier heb beschreven. Ruimteschepen bestaan in veel vormen en stijlen, zoals piramides, cilinders, schotels, vliegende driehoeken en veel andere vormen. Er zijn moederschepen die eruit zien als enorme geïndustrialiseerde steden die gewoon in de ruimte hangen. Wachtend op inkomende en uitgaande vluchten. De afmeting van elk is onvoorstelbaar. Moederschepen hangen gewoonlijk in de ruimte zonder beweging. Het gebeurt zelden dat ze bewegen en naar andere geografische locaties vliegen. Elke piramide slaat eeuwige aardse power op en goddelijke energie. door het feit dat de piramide was geconstrueerd door de fata Sol. Elke piramide was gebouwd met verschillende afmetingen. Maar elke muur heeft altijd een hoek van 51 graden met een precieze hoek relatief naar de zon. Elke piramide is ook verbonden met de twaalf stersystemen in onze zodiac. Zoals ik eerder zei, is elke piramide nu gericht op het noorden richting de Noordster. De oorspronkelijke piramides waren gebouwd met goddelijke energetische krachten, maar zijn door de jaren heen bewaard gebleven dankzij de buitenaardse energie vatasol, door EMP en EMLP. De piramide personifieert de realiteit van de goddelijke energie, belichaamt zichzelf in de materiële wereld. Deze goddelijke energie bevindt zich in elk van zijn creaties, evenals al de creaties van andere wezens, buitenaardse, vata sol of eenvoudige mensenwezens. De vier muren van de piramide personifieren, duiden op, en symboliseren de goddelijke openbaring met vier vermenigvuldigd. Hemelse winden en de Garden of Eden. God straalt Zijn invloed in vier verschillende richtingen, middels vier hemelse winden. De bron van deze energie, de vier hemelse winden, komt van de Garden of Eden, wat een paradijs is volgens ons begrip van nu. De Garden of Eden bevindt zich in Irak niet ver van Baghdad. Het is een plek, die is blootgesteld aan de spiritualiteit van de ziel. Echter, het is verborgen voor het blote oog. De vier karakteristieken van de flow van deze winden, de hemelse winden, bestaat in alles dat is gecreëerd op aarde. Elke wind heeft een kenmerk, evenals een invloed. Westerwind brengt regen, vochtigheid en warmte. Oosterwind brengt koelte en verfrissing. Noorderwind brengt koude en droogte. Zuidenwind brengt hitte. Het is ongelooflijk dat alle vier hemelse winden komen vanuit dezelfde geografische locatie en dezelfde energetische bron, maar toch houdt elke wind een andere karakteristiek in zich. Hoe zou het kunnen dat warme lucht komt van het zuiden en koude lucht komt van het noorden, maar toch komen ze beide van dezelfde bron tegelijkertijd? Dit is een van de geheimen van schepping. Verborgen mystiek. Nu is de mystiek verborgen, maar de dag zal komen dat de mystiek zal worden geopenbaard en transparant zal zijn. Het zal niet langer verborgen zijn. De piramide belichaamt in alles dat was, is en zal zijn. De piramide is de verbinding, gecreëerd door de mens tussen het fysieke en het spirituele. Anders dan de steen die zichtbaar is voor het oog, bestaat een piramide. Uit de volgende basiscomponenten. 18 lezerlichten die leven symboliseren. Hetgeen is gerepresenteerd door het getal 18 in het Hebreeuws en de goddelijke energie. In Gematria, hetgeen een alfanumerieke code is van het toewijzen van de numerieke waarde aan een woord, gebaseerd op zijn letter, is het woord leven vertaald uit het Hebreeuws gelijk aan de numerieke waarde van 18. 10. Interne en externe oppervlakken die het goddelijke, fysieke en spirituele symboliseren, gegeven. Het woord 10 in Hebreeuws betekent geven. Representeert ook rijkdom tussen de schepping en zijn schepper. De numerieke waarde van 10 representeert altijd 1, hetgeen eenheid symboliseert. 8. Lijnen die de hoek verbinden, waardoor oneindige energieën vloeien tussen de basis en de hoek. Het getal 8 symboliseert oneindigheid. Vijf hoeken, inclusief de apex op de top van de piramide, hetgeen het goddelijke representeert. De numerieke waarde van 5 representeert de letter HE in Hebreeuws, hetgeen de goddelijke God symboliseert, verbinding die is verbonden met iemands eigen zijn. Vier hoeken aan de spirituele basis, vier hemelse winden, die altijd wijzen naar noord, zuid, oost en west. De zodiac is een integraal deel van de aarde en de piramides. Zonder de energetische straling van de dierenringtekens, constellaties, zouden de aarde en de piramides nooit overleven. De constellaties van de zodiac omringen aarde en zijn gefixeerd in ruimte. De zodiac straalt constant twaalf verschillende energieën van zijn twaalf verschillende vastgezette constellaties in de richting van de Aarde. Binnen de limieten van elk van de twaalf constellaties van de zodiac bestaan twaalf sterren die niet zichtbaar zijn voor degenen die nu niet in het bewustzijn zijn van de bovenste niveaus van de vijfde dimensie of hoger. De twaalf sterren. Binnen de limieten van elke constellatie draai elk om een eigen as. Daar komt bij dat de twaalf sterren binnen de limieten van elke constellatie alle roteren rondom het centrum van elke constellatie als een unit. Dit betekent dat er 144 sterren zijn binnen de limieten van de constellaties in de zodiac die niet zichtbaar zijn voor het oog. Deze sterren zullen alleen zichtbaar voor ons worden wanneer wij de bovenste limieten van de vijfde dimensie of hoger bereiken. De oorsprong van creatie van aarde is een rechtstreeks resultaat van de twaalf verschillende energieën die stralen van de twaalf verschillende constellaties van de zodiac in een ronde antiklokbeweging rondom de aarde. Dit resulteerde in de formatie van de fysieke wereld. Aarde zoals wij het vandaag kennen groeide via een intieme verbinding met de zon, en de zonne-energie die uitstraalde van de zodiac. Dit maakte uiteindelijk van Aarde een satelliet van de zon. En vandaag is de Aarde een integraal deel van de zon en de sterren. De Aarde is een fysieke creatie die was gecreëerd door het gebruik van de energieën van de sterren, planeten en de zon. De zodiac bestaat uit twaalf constellaties. Elke constellatie is gesymboliseerd door een dier. Anorganisch object of ziel. Elk van deze symboliseert de spirit, gebaseerd op vier fundamentele punten, wat de vier goddelijke gebieden van de hemelen zijn in een goddelijk wezen. Deze vier fundamentele punten zijn: 1. Leeuw, symboliseert het goddelijk oppervlak, vuur. 2. Adelaar, of schorpioen volgens de hedendaagse astrologen, symboliseert het goddelijk oppervlak, wind. 3. Stier. Symboliseert het goddelijk oppervlak aarde. 4. Aquarius. Symboliseert het goddelijk oppervlak water. Zoals ik eerder zei, is elk goddelijk oppervlak een driehoek met drie gelijke zijden. Zijnde dat elke piramide vier muren heeft, vier goddelijke oppervlakken, waar het aantal van gelijke zijden van elk goddelijk oppervlak, 3. Wordt vermenigvuldigd met het aantal muren op de piramidestructuur, 4, krijgen we het getal 12. Dit representeert de 12 verschillende constellaties binnen de zodiac. Elke constellatie in de zodiac heeft zijn eigen uniekheid. Bijvoorbeeld: Arius representeert Libido en de kracht van het seizoen. Virgo representeert de moeder van natuur. Er zijn veel meer voorbeelden, maar ik zal nu niet op de astrologie gaan. Ik ben er zeker van dat dit alles behoorlijk lastig kan zijn om te begrijpen. Vooral aangezien ik niet de code kan vrijgeven die de verbinding zou uitleggen en verhelderen tussen het fysieke en het spirituele, tussen de piramide en de zodiac, tussen de scheppingen en de schepper. De Piramide ik zal mijn best doen om de essentie van de piramidcoat in een notendop op te sommen. Elke piramide in het universum is significant voor goddelijke perfectie, goddelijke spiritualiteit, goddelijke lichamelijkheid en eeuwig licht. Elke piramide beweegt, gedraagt, geeft door en absorbeert spirituele en fysieke energie middels het gebruik van basisprincipes in de bron van het piramidewezen. De piramide is een wezen, zoals ik al eerder heb vastgesteld. Het fysieke zijn van de piramide is de kracht van elektriciteit. Het spirituele zijn van de piramide is de kracht van gedachten. De elektriciteit waar ik het over heb is niet dezelfde elektriciteit die wij vandaag kennen. Het is een elektrische kracht die bestaat in de handen van een zeer klein aantal mensen. Deze kracht is niet bekend bij wetenschappers en gewone mensen vandaag de dag. Elektriciteit heeft spirituele grondslagen, maar het is het materiële zijn van de piramide. Elektriciteit wordt niet gezien met het blote oog, bloot oog en heeft geen smaak, geur of kleur. Elektriciteit is niet levend of anorganisch, echter het kan door mensen worden gemeten via bepaalde apparaten die zijn niveau van kracht kunnen vaststellen. Elektriciteit kan doden of herleven, bouwen of vernietigen. Alles naar de wil van de bediener. Elektriciteit is de vitale energie die nodig is voor de overleving van het universum in al zijn frequenties en vibraties. Natuurlijke elektriciteit, in tegenstelling tot kunstmatige elektriciteit door de mens gemaakt, kan ons voorzien van oneindige energie en comfort in de hedendaagse wereld waarin wij leven. Ik heb het over universele vrije en natuurlijke elektriciteit die niet de aarde vervuilt of het mensenlichaam of de ziel. De hedendaagse kunstmatige elektriciteit werkt op een frequentie van 50 tot 60 hertz, afhankelijk van het land waar de elektriciteit is geproduceerd. Het doorsnee-westerse land gebruikt 400 terawattuur elektriciteit. Er is een groot deel van deze kunstmatige elektriciteit dat ons op elk gegeven moment omringt. Dit kunstmatige vergif is nu essentieel voor de overleving van de bevolking vandaag. Met zo'n giftige creatie is het niet verrassend dat de wereldfrequentie op een dwaalspoor is, samen met de frequentie van de mensen die erin leven. Samen met zijn vooruitgang en comfort heeft het ook verschillende fysieke en spirituele ziekten gebracht. Die significant de kracht van gedachten en ziel beïnvloeden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de hedendaagse mens gek wordt. Het heeft ons uit bewustzijn gehaald. Alles in het universum beweegt door elektriciteit, energie. En elektriciteit is een integraal deel van het gehele universum. Het is ook essentieel voor de verschillende wezens die erin verblijven en erin bewegen door het gebruik van vibratie, frequentie en de kracht van gedachten. Elektriciteit maakt deel uit van onze lichamen. Elk deel van het lichaam opereert op verschillende frequenties, zoals het hart, nier, long of brein. Alhoewel verschillende delen van het lichaam opereren op verschillende frequenties. Is de algemene frequentie van het gehele lichaam als één geheel 7,83 hertz? Het is interessant dat de aarde ook werkt op een algemene frequentie van 7,83 hertz. Hetgeen leven symboliseert 7 plus 8 plus 3 is 18. Hetgeen leven symboliseert in het Hebreeuws door de verbinding van zijn letters in het Hebreeuwse alfabet. Ik twijfel er zeer aan of dit een toeval is. Onze lichamen zijn elektrische systemen en ons neurale systeem handelt als de draden die elektriciteit doorgeven. Deze elektriciteit vibreert door het hele lichaam met de hulp van het water, hetgeen zo'n 70% van het lichaam is. Het is belangrijk op te merken dat de aarde bestaat uit 70% water, net als het menselijk lichaam. Ik twijfel er hierover ook zeer aan dat dit een toeval is. Water vibreert op de frequentie van 100 terahertz, hetgeen de ene symboliseert. 1 plus 0 plus 0 is 1, wat eenheid symboliseert. Dat alles en wat dan ook regelt. De zon opereert op de frequentie van 5,9642 gigahertz. 5 plus 9 plus 6 plus 4 plus 2 is 26. 2 plus 6 is 8. 26. Wat de numerieke waarde in de Gematria is voor het woord Jehovah. Puntje, puntje, puntje. Wat betekent God in het Hebreeuws? Symboliseert de goddelijke kracht. God, hetgeen onbegrensd is. Acht symboliseert onbegrensdheid. Kijk gewoon naar het symbool. Gebruik voor het getal acht zelf. Al deze getallen zijn overeenkomstig met de conversie van het Hebreeuwse alfabet. Dat ook door de farao's werd gebruikt. Ik geloof echt dat de conversie van al deze getallen geen toeval is. Het gehele universum en alles binnen het universum krijgt zijn levenskracht en zijn van natuurlijke elektriciteit die onbegrijpelijk is voor ons. Wetenschappers moeten nog de bron vinden die kracht geeft aan het hart, brein, aarde of zon die ons alle zo vitaal houdt. De fundamentele energie van natuurlijk verschijnende elektriciteit is dezelfde fundamentele energie die intrinsiek is voor gedachten, elk levend wezen en het bouwen en bedienen van de piramide. Door in tune te komen met de constitutionele energie achter natuurlijk verschijnende elektriciteit, kunnen wij de geheimen achter schepping en alles dat heilig is ontsluiten. Gedachte gaat vooraf alles in het universum. Gedachte is een integraal deel van schepping... de spirituele en de fysieke creatie. Gedachte is de kracht die het gehele universum verbindt... inclusief de verbinding tussen buitenaardse... mensen, dieren, planten, vata sol en God zelf. Trouwens, wij mensen zijn het laatste niveau van bewustzijn voor de planten. Zelfs dieren zijn ons voorbij gegaan. De hedendaagse mensen... We zijn op een extreem laag niveau, ver van de vijfde dimensie. Schone en zuivere gedachten brengen ons naar eeuwig bewustzijn dat nodig is om niet alleen de piramides te activeren, maar het gehele universum. De pyramidcode maakt deel uit van het bewustzijn van het universum, een geheim dat wij alleen kunnen bereiken met het juiste bewustzijn. Sinds de tijd van de farao's staan mensenwezens bekend als de mensen die het Vatersolras hebben besmet. Elke piramide ontvangt, voorziet, absorbeert, geeft door en slaat op: EMP en EMLP. Elke piramide beweegt door het gebruik van magneten in zijn basis, de energie van de zon en de kracht van gedachten van zijn operatoren. Elke piramide, ongeacht zijn afmeting of locatie, kan vliegen naar elke afstand, ongeacht ruimte of tijd. Elke piramide is gebouwd met steen, rots, Hetgeen het goddelijk oppervlak de aarde symboliseert. Elke piramide is gebouwd en gesteld in een specifieke hoek 51 graden naar de zodiac, de zon en de noordster. Elke piramide bevat 18 laserlichten die goddelijke energie symboliseren en het goddelijk licht met één altijd aan de apex en de rest in basis. Elke piramide. En zijn goddelijke oppervlakken zijn gericht op en verbonden met de hemelse winden en hun richtingen Noord, Zuid, Oost en West. Elke piramide is een onafhankelijk ruimteschip, en sommige hebben ook gediend als moederschepen. Elke piramide heeft een enorme kelder eronder die zijn gereedschappen, instrumenten, machines en ruimteschepen bevat. Elke piramide heeft verborgen kamers en tunnels erbinnen, vooral eronder. Elke piramide bevat zijn geschiedenis en documentatie, het Hebreeuwse alfabet gebruikend, op zijn binnenmuren in de geheime kamers die erin was gegraveerd met gebruik van lasertechnologie. De graveringen openbaren het doel van de piramides, de pyramidcode, en de code die het activeert. Elke piramide kan ook krimpen door het bewegen van de stenen en rotsen in zijn basis binnen de piramide zelf. Elke piramide is onafhankelijk zonder dat het vertrouwt op elkaar. Echter, ze zijn alle verbonden met het eeuwig licht. Piramides bestaan ook als structuren op andere planeten in het universum, en ze opereren met dezelfde fundering zoals die op aarde, met alleen andere niveaus van zwaartekracht die varieert van planeet tot planeet. Alleen op planeet Aarde zijn de piramides een toeristenbestemming geworden die desolaat en saai is. Elke piramide kan natuurlijke krachten manipuleren, zoals zwaartekracht, op elke manier dat zijn operator wenst. De piramidester. Elke ster in het gehele universum is een cirkel, behalve voor één ster die bekend staat als de piramidester. Net als alle andere sterren beweegt het zich gedurende eons in directe verbinding met de zodiac en zijn constellaties. Echter, het heeft de vorm van een piramide. De piramidester bevat leven, maar niet volgens ons gelimiteerd begrip. Alleen waardige zielen die tegemoetkomen aan de hoogste wensen van de opperste macht maken het tot de piramidester. De piramidester en elke piramide op aarde was gemaakt, gecreëerd en bediend door het verwijderen van tijd en ruimte, evenals het combineren van de kracht van gedachten, samen met de fysieke technologieën van EMP en EMLP de kracht van gedachten. Het enige in het gehele universum dat sneller is dan de snelheid van licht en de snelheid van geluid is gedachte. Buitenaardse en mensenwezens die ruimteschepen, piramides bedienen, activeren hun voertuigen door gedachten, gecombineerd met de energie van het lichaam. Bijvoorbeeld de operator van een ruimteschip gebruikt zijn handen om zijn interne spirituele energie te projecteren. om zo een fysieke machine voor te stuwen middels het gebruik van zijn gedachten. De hoofdfactor in de niet te bevatten snelheid van ruimteschepen nu en in meer oude tijden is gedachten. Het is belangrijk op te merken dat Vatasol in oude tijden dacht op een veel hogere fribatie en daardoor en nog steeds in staat zijn om fysieke daden uit te voeren die voor ons bovennatuurlijk lijken naar ons gelimiteerd begrip en bewustzijn. Het tijdperk van liefde Ik hoop dat deze documentatie je een algemeen begrip heeft gegeven van de fysieke en spirituele structuur van de piramide en zijn leringen. Ik ben mij ervan bewust dat het moeilijk is de ware essentie te begrijpen zonder de kennis en het begrip van de verschillende codes. Maar ik hoop dat de dag spoedig zal komen dat aan de gehele wereld de geheimen van schepping, de codes en de verschillende formules zullen worden geopenbaard, zodat wij alle het tijdperk van liefde kunnen bereiken in krachtige spirit. Dit zal ons leiden naar pure liefde, ware rust en vrede door de gehele mensheid. Deze documentatie, niet als het boek Rays of Light, was geschreven zonder enige codes, behalve voor het deel waar ik probeer de essentie uit te leggen van de Pyramid Code. Er zijn geen codes in de Engelse tekst. Aangezien deze Nederlandse tekst een vertaling is van de Engelse tekst, zitten hier dus ook geen codes in. De dag zal komen. Dat er verschillende codes aan iedereen zullen worden vrijgegeven, en dan zal het gemakkelijker zijn om alles in dit materiaal te begrijpen. Iedereen zal in staat zijn om de kennis en wijsheid in dit document toe te passen, zowel fysiek als spiritueel. Alles wat hier is geschreven is puur vanuit mijn geheugen van het verre verleden en de leiding die ik heb ondergaan en ervaren over de afgelopen tien jaar. Zoals ik al heb aangegeven, hoe meer ik leer, zie en ervaar, hoe meer ik mij realiseer dat ik niet werkelijk iets begrijp en dat ik nog steeds in de beginstadia van mijn reis ben. Op zijn minst ben ik gerustgesteld te weten dat wij op het juiste pad zitten naar het tijdperk van liefde waar wij allen niet weten naar verlangen. Er zijn veel geheimen en mystiek binnen onze wereld en het allemaal ontrafelen maakt deel uit van onze bijzondere reis. Wij moeten het proces omarmen met liefde en voortgaan naar onze bestemming. Op één dag zullen we allemaal waard zijn en de piramidester bereiken. De wereld van waarheid, rust en liefde. Deze documentatie heeft mij een nieuw begrip gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nadenk over mijn huidige reïncarnatie en veel andere reïncarnaties. Vooral mijn eerste incarnatie van het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender, 1312 voor Christus volgens de Gregoriaanse kalender. Het opende mij voor nieuwe kanalen van gedachten en ander begrip dat ik in de afgelopen tien jaar heb bereikt gedurende mijn ongelooflijke reis, die op 29 januari 2010 begon. Nu begrijp ik waarom Rabbi A.A. het mij niet toestond om mijn eerste incarnatie te documenteren, samen met vele andere reïncarnaties. De wereld is nog steeds niet klaar om de ware natuur van de wereld waarin wij leven te verwerken. Ikzelf ben ook nog niet voorbereid voor het tijdperk van waarheid en liefde. Ik ben een klein deel van de TLS en met alles wat ik heb ervaren, gezien en opgenomen, zit ik nog steeds in de beginstadia. Wat ik niet weet is vele malen meer dan wat ik weet. Wat ik niet begrijp is vele malen meer dan wat ik begrijp. Mijn bewustzijn is nog steeds laag vergeleken met de grote spirits waarvan ik het privilege had ze te ontmoeten in mijn leven. Zoals je zou kunnen verwachten. Rees mijn bewustzijn na het schrijven van dit document. Ik zie dingen iets anders, echter, mijn weg is nog steeds lang. Een nieuw niveau van bewustzijn. Middels mijn huidige baan en missie ben ik in een nieuw niveau van bewustzijn gekomen, iets wat ik nog nooit eerder heb ervaren. Op 6 februari 2020 was een deel van mijn zielsfamilie samen met ikzelf gevraagd om verschillende acties uit te voeren. Ongeacht mijn weerstand in het begin, ben ik persoonlijk gezonden op een van de meest geheime en gevaarlijke missies in mijn leven, waarvan ik heel erg hoop dat het snel zijn vruchten zal opleveren. Het mag zelfs wereldwijd worden gepubliceerd, met een intentie om het slechte te stoppen, de animositeit en de corruptie die de gehele wereld op dit moment ervaart, terwijl de meeste mensen nog slapen. Ik weet zeker dat het openbaren van de waarheid de mensen van aarde in een nieuw en hoger bewustzijn zal doen bewegen, hetgeen veel sneller het gehele universum zal leiden in het tijdperk van liefde en de wereld van waarheid. In deze wereld zal ras, kleur, cultuur en religie irrelevant zijn. Het zal een wereld zijn zonder religie, behalve voor de religie van liefde, in het tijdperk van liefde en de wereld van waarheid. Ik realiseerde mij dat alle zielen die in mij belichaamd zijn in al mijn reïncarnaties in feite dezelfde ziel zijn die verbindt en splitst zoals noodzakelijk van wezen naar wezen, van bewustzijn naar bestemming en doel. Ik realiseerde me dat Rabbi AA in feite een buitenaardse was. Opeens verbond ik alle gebeurtenissen en ervaringen waar wij samen doorheen gingen en al zijn acties en talenten. Hij kon alles. Hij was omnipotent. Niets hiervan zou of kon hem hebben gebeuren, tenzij hij een buitenaardse was of een bovennatuurlijk wezen. Opeens realiseerde ik mij dat hij mij feitelijk de gehele tijd sinds onze eerste ontmoeting heeft misleid. In een positieve betekenis natuurlijk. Hij wist altijd alles en was altijd overal. Hij had een liefde die alleen een bovennatuurlijk wezen kon geven. Ik voel op dezelfde manier over Adam. Het is vreemd voor mij om deze dingen op te schrijven, maar opeens zie en accepteer ik dingen anders. Eerst was mijn relatie met Adam veel closer en krachtiger, maar kort nadat hij mij in contact had gebracht met rabbi AA verdween hij. Het meeste van de training en kennis die ik in de afgelopen tien jaar heb gekregen kwam rechtstreeks van rabbi AA en de TLS-organisatie. Ik weet dat zowel rabbi AA en Adam. In de piramide ster zijn. Ik weet en begrijp ook dat wij allen onwetend verlangen om daar op een dag naartoe te gaan. Ons bewustzijn zal veranderen in de nabije toekomst, hetgeen ons nieuwe inzichten zal brengen die ons op het juiste pad zullen leiden. Wie niet dit benodigde bewustzijn zal bereiken, zal simpelweg ophouden te bestaan in het universum met geen manier om terug te komen middels reïncarnatie. Er zijn veel andere topics en geheimen waarover ik niet mag spreken of documenteren om verschillende redenen. Ik begrijp nog steeds niet waarom, maar tenminste ben ik mij ervan bewust dat er een reden is. Ik ben mij er ook van bewust dat ik niet alles hoef te weten. Er zijn verborgen zaken die wij niet zullen begrijpen en die wij niet altijd behoeven te vragen of te onderzoeken. De tijd zal zijn gang gaan, en vooropgesteld dat wij het juiste pad hebben gekozen, zullen wij een hoger bewustzijn bereiken van hetzelfde. Hetgeen ons naar ons doel zal brengen in onze huidige reïncarnatie. Als wij in het tijdperk van liefde zijn, zullen wij ons ultieme doel bereiken en uiteindelijke bestemming van het realiseren van het tijdperk van liefde en de wereld van waarheid. Tijdens het schrijven van dit document zijn veel gedachten over mijn huidige reïncarnatie en mijn vorige reïncarnaties door mijn hoofd gegaan. Is het mogelijk dat ik ook enige vorm van buitenaardse was in mijn eerste incarnatie? Is het mogelijk dat ik, Jason en sommige van mijn vrienden binnen de organisatie zoals Tina of Orly, vormen zijn van buitenaardse en dit zich niet bewust zijn? Is het mogelijk dat ik mij eenvoudigweg niet alles herinner omdat ik niet volledig bewust ben? Is het mogelijk dat zij, mijn vrienden, Eenvoudigweg niet zullen herinneren totdat zij hun benodigde niveau van bewustzijn bereiken. Duidelijk, ik herinner mij niet alles. Ik geloof dat iemand ervoor zorgt dat ik mij niet alles herinner om verschillende redenen. Hoe is het mogelijk dat ik zulke hoge vermogens bereikte in mijn vorige reïncarnaties en zo lang leefde zonder dat ik kwam van het nageslacht van Vatassol? Ik weet dat Amram een bovennatuurlijke entiteit was. En daarom concludeer ik dat zijn zoon Menachem deel moet hebben uitgemaakt van hetzelfde systeem. Het doet me afvragen. En vragen: waarom? Want anders herinner ik mij niet. Wanneer zal ik de informatie krijgen die nodig is om door te gaan met mijn uiteindelijke doel en bestemming? Innerlijke dissonantie. Ik ervaar constant een dissonantie tussen de informatie in mijn geheugen en de opmerkingen van rabbi AA over zijn aandrang op de Torah als de wereld van waarheid in het woord van God. Ik begrijp en ik ben bewust dat de Torah was geschreven en gestructureerd met het gebruik van een specifieke code die ik niet ken. Ik weet dat het niet simpelweg een historisch boek is. Mijn dissonantie bestaat omdat ik weet dat het fysieke verhaal niet zo accuraat is als de gehele wereld denkt. Er zijn veel contradicties tussen wat ik mij herinner, wat ik weet, wat is geschreven en wat mij is geleerd op school. Ik heb een probleem met verschillende spirituele leiders zoals Mozes op de manier waarop hij is beschreven in de geschiedenis, in tegenstelling tot wat in de realiteit gebeurde. Ik begreep nooit de aandrang van rabbi A.A. en verdediging van het geschrift. Zelfs ook al wisten wij beide de waarheid die het gesprek, die het geschrift tegensprak. In elk meningsverschil of vraag die ik had, was zijn antwoord altijd hetzelfde: leer en je zult weten. Ik was nooit blij met zijn respons, maar nu begrijp ik het wat meer. Zonder leren en de code begrijpen, kan ik niet de absolute waarheid bereiken. Sinds ik kind was heb ik altijd oppositie uitgedrukt en soms afkeer van het geschrift, maar ik begreep nooit waarom. Veel dingen waren niet logisch voor mij. Het maakte me zelfs van streek. Iedereen zag mij als een grote ketter. Het lijkt alsof mijn onderbewuste in botsing kwam met mijn bewustzijn en kennis als een kind. Ik heb altijd oppositie laten zien tegen Bijbellessen op school. Als een kind stelde ik altijd moeilijke vragen aan mijn vader die behoorlijk bekwaam was in de bijbel en aan mijn leraren ik kreeg nooit een antwoord waarmee ik tevreden was er waren zelfs rabbies die het lef hadden om mij te zeggen dat het niet de bedoeling is dat ik alles vraag er waren zulke dingen als besnijdenis die ik moest begrijpen als een basiswet en als deel van het zijn van een joodse ziel in het volgende komen weer regelmatig vreemde tekens voor die ik weergeef als puntje 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 je kunt ze bekijken in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Engelse PDF. Zelfs de term Joods, Jehodim, puntje puntje puntje, veroorzaakt een intern conflict voor mij door de kennis en herinneringen van mijn verleden. In het Hebreeuws betekent de term Jehodim, puntje puntje, puntje de Joodse mensen. Aan de andere kant betekent de term Jehodim, puntje puntje, puntje de mensen van bestemming. De term Jehodim puntje, 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 kwam in zijn bestaan direct nadat de Torah was gegeven op Mount Sinai, een gebeurtenis die ook niet accuraat is weergegeven. Jehodim puntje, 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 is een term die komt van het hoofdwoord bestemming, ja, ad, puntje, 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 in het Hebreeuws. Tot de dag dat de Joodse natie de Torah kreeg, werden zij Hebreeën genoemd of Israëlieten. Het Hebreeuwse alfabet bestond al van voor de tijd van de farao's. Het bewijs daarvan is dat zijn letters kunnen worden gevonden in de inscripties in de verschillende piramidestenen binnen de verborgen kamer van de piramides. Wij, de Hebreeën, zijn in feite niet je hodim, maar je puntje. Dit betekent dat wij altijd op ons pad zijn naar onze bestemming, het tijdperk van liefde. De woorden bestemming, mijn bestemming en onze bestemming in het Hebreeuws komen alle van hetzelfde hoofdwoord ja'at, (puntje, puntje, puntje) in Hebreeuws, wat zich in Engels vertaalt tot bestemming. Merk op dat de verandering van je hodim (puntje, puntje, puntje) naar je odim (puntje, puntje, puntje) een verandering is van een letter in het Hebreeuws, hetgeen de gehele betekenis, essentie en energie van het woord verandert. Echter, ze worden beide op dezelfde manieren uitgesproken. De term veranderde in de loop van de tijd van jeodim naar jehodim. Puntje, puntje, puntje. Om twee redenen. De eerste reden is omdat de term jehodim puntje, 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 komt van de hoofdwoorden Jehuda, Hodaya en Jehovah. Jehovah. Puntje, puntje, puntje. In Hebreeuws, het geen uitdrukking geeft aan ons zijn en het zijn van de Schepper. Dit zorgde ervoor dat de mensen zich psychologisch dichter bij de Schepper voelen. God ervaart zijn zijn door ons zijn, wat betekent dat Hij bestaan ervaart in het universum en leven via ons. In mijn opinie is om de tweede reden voor de verandering van je Odin puntje 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 naar je Hodin. Puntje, puntje, puntje. om de code van de Bijbel te veranderen, die ik nu niet bezit, in een andere manier die de regeerders en spirituele leiders voorzag en doorgaat te voorzien van het vermogen om continu de mensen te controleren, te onderrichten en te leiden. Dit was vitaal voor het succes van de Joodse natie voor het bereiken van hun bestemming, aangezien voor de Torah de Hebreeën niet het leefde leefde vol van moreel karakter. Bijvoorbeeld, incest, moord en diefstal waren gebruikelijke problemen in de Hebraeus-Slaven gemeenschap, die geen gerechtelijke consequenties hadden. Het ging verder de scheiding verdiept tussen hen en het goddelijke. Een scheiding tussen het eindige en het oneindige, dat de spirituele leiders van de naties moesten verbinden om zo de collectieve bestemming van de natie te bereiken. Om de Hebreeën uit deze corrupte manier van denken en handelen te halen, moesten de spirituele leiders een nieuw systeem van leiding adopteren, hetgeen hen ertoe leidde om je Odin te veranderen naar je Hodin, om hun doel en missie te bereiken, in het ervoor zorgen een nieuw niveau van bewustzijn te krijgen en te absorberen, door verschillende eeuwen waar zij doorheen moesten en ervaren wat hen uiteindelijk. Naar het tijdperk van liefde zou brengen. Dit alles was gedaan met de hulp van het nieuwe boek van wetten, de Torah. De Torah van Mozes en de Israëlieten was gegeven door het Goddelijke en Mozes voor het voordeel van de Israëlieten en de aarde als een geheel. Het vermogen om te leren en leiden is vaak door de jaren heen misbruikt, maar de initiële intentie was geen slechte. De initiële intentie was een van leiding in plaats van controle. Het gevoel van dichter bij de Schepper te zijn gaf de regeerders en spirituele leiders een sterker niveau van leiding en controle over de natie in alle aspecten. Als een regeerder of spiritueel leider is het altijd makkelijker om de verantwoordelijkheid op God te leggen met excuses zoals hij zei, hij verordeneerde, hij vroeg enzovoort. In de gematria is je odi, puntje, 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 geschreven in het Hebreeuws gelijk aan de numerieke waarde van 100. 1 plus 0 plus 0 is 1. Hetgeen de ene en enige wezen symboliseert, het eeuwige licht, of, zoals wij het noemen, God of Jehovah. Jehovah, puntje, 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 geschreven in Hebreeuws heeft de equivalente numerieke waarde van 26. Hetgeen gelijk is aan 8. 2 plus 6 is 8. Het getal 8, zoals eerder getoond, symboliseert oneindigheid. In Gematria is Jehodi, puntje, 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 gespeld in het Hebreeuws ook gelijk aan de numerieke waarde van 19. 1 plus 9 is 10, 1 plus 0 is 1, hetgeen eenheid representeert. En ook de unie representeert tussen het zijn van God en het zijn van mensen. Jehodi, Puntje, 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 gespeld in het Hebreeuws, is gelijk aan de numerieke waarde van 35 en of 17, waarin beide de numerieke waarde representeren van 8. 3 plus 5 is 8, 1 plus 7 is 8, hetgeen oneindigheid symboliseert. Met andere woorden, het zijn van God is onbegrensd hetgeen verbindt en verenigt, het begrenste en het onbegrenste, tussen mens en zijn gelijken, en tussen mensheid en God, Jehovah, puntje, puntje, puntje. Rabbi AA ontweek vaak het beantwoorden van mijn vragen en de verschillende debatten die ik begon tijdens onze meerdere conversaties met zijn fameuze zin, leer en je zult weten, of door het altijd zeker te stellen mij te herinneren dat ik gelimiteerd ben, wel, we zijn allen gelimiteerd en onze paden zijn lang. Maar onze gezamenlijke bestemming en doel als zielen is niet ver weg. Een briljante toekomst. Ik heb het gevoel dat in de niet zo verre toekomst het boek Rays of Light zal worden gepubliceerd. En naar mijn opinie zal deze documentatie mogelijk een appendix erbij zijn. Ik weet niet zeker of dit zal gebeuren als ik leef of niet. In het geval van niet vraag ik iedereen die deze documentatie heeft of het boek Race of Light niet iets door te geven of te publiceren zonder mijn eerdere toestemming toen ik nog leefde. Om de een of andere reden ben ik geneigd te geloven dat de missie van het te publiceren zal worden gelegd op mijn dierbare vriend Jason. In het geval dat hij het niet doet, is dat ook oké. Okay. Ik ben er zeker van dat het boek op een dag zal worden gepubliceerd, ongeacht mijn persoonlijke bezwaren. Rabbi A.A. legde altijd aan mij uit dat niets in mijn controle is en het zal gebeuren wanneer het gebeurt. Ik twijfel er niet aan dat het uiteindelijk zal gebeuren. Uiteindelijk heeft hij altijd gelijk. Het irriteert mij dat hij altijd gelijk heeft, maar de waarheid is de waarheid. Samengevat wil ik ons wensen en zegenen met geluk, voorspoed en overvloed naar het tijdperk van liefde door onze reis in het tijdperk van licht. De wereld van waarheid, ons doel en onze uiteindelijke bestemming met eindeloze overvloed, licht, vrede en liefde. Uiteindelijk ervaren wij eindeloze levens in een universum dat geen begin of einde heeft. In feite is het een universum zonder tijd of ruimte dat altijd heeft bestaan, altijd bestaat, altijd zal bestaan, als deel van onze lichamen, onze zielen en ons bewustzijn. Voor de Eeuwigheid. Uit het Engels naar het Nederlands vertaald door Veronica en voorgelezen door Dorin Ketel.